Middernacht, het begin van maandag 11 november. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Ziggo Dome in Amsterdam zijn de MTV Europe Music Awards uitgereikt. Dat gebeurde tijdens een spectaculaire show. De awards gingen onder andere naar Katy Perry, Justin Bieber, One Direction en Beyoncé. Als beste nummer werd gekozen Locked Out of Heaven van Bruno Mars. De Amerikaanse zangeres Miley Cyrus wist de aandacht op zich te vestigen door op het podium een joint op te steken. Dat deed ze nadat ze de prijs voor beste video in ontvangst had genomen. De enige Nederlander die was genomineerd voor een Europese MTV Award, Afrojack, viel buiten de prijzen. In de Limburgse plaats Reuver wordt dinsdag een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan het meisje dat daar donderdag door haar vader werd doodgeschoten. De tocht is een initiatief van de nabestaanden van het meisje van 3. De tocht gaat langs het huis aan de Zonnedouw, waar de vader na een urenlange gijzeling eerst zijn dochtertje en toen zichzelf doodschoot. In het gemeentehuis van Reuver ligt vanaf morgenmiddag een condoliancenregister. Zo'n 600.000 mensen die in Centraal Vietnam waren geëvacueerd vanwege de storm Haiyan mogen terug naar huis. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm die nu over zee op weg is naar het noorden van Vietnam. In het midden van het land heeft Haiyan volgens Vietnamese media 6 levens geëist. Het dodental in de Filipijnen is nog onduidelijk. Er wordt geschat dat er meer dan 10.000 doden zijn. Maar de hulpdiensten hebben veel getroffen regio's nog niet bereikt. Lionel Messi is opnieuw geblesseerd geraakt. In de uitwedstrijd van Barcelona tegen Betis Sevilla moest de Argentijnse wereldster in de 18e minuut naar de kant met een blessure aan de linker hamstring. Bij een sprint om de bal greep hij naar zijn been. Morgen wordt bekeken hoe ernstig de blessure is. Messi is dit jaar al meermalen geblesseerd geraakt. In april viel hij in een Champions League duel tegen Paris Saint-Germain voor het eerst met een blessure uit. Mede daardoor verloor Barcelona in de halve finale kansloos van Bayern München. Het weer. Vannacht blijft het droog. De temperatuur ligt lokaal rond het vriespunt en er kan mist ontstaan. De dag begint droog. Later gaat het af en toe regenen. Het wordt 8 à 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Ja, welkom bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Mijn naam is Jan Heemskerk. En ik ben Jelmer Gussinklo, oftewel de kutkabouter. Jawel, want Jan Roos is even in retraite deze week. Beeld bij het geluid heb je trouwens wel gewoon op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jan. En je kunt bellen met de voicemail op 06-3000-9009. Dat is 06-3000-9009. Jammer! Een Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus kom je in de zaak Zwarte Piet met het trutcompromis dat Piet mag blijven, maar geen gouden oorbellen mag dragen. En behalve rode, maar ook blauwe, groene, gele of paarse lippenstift mag opsmeren, zoals de gemeente Amsterdam, dan ben je dus een ontzettende Johan Jan. Zo is het, Jan. Maar laten we even gaan kijken wie er deze week nog meer een echte Jan of Johan zijn geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, we beginnen met Stef Blok, van wie we geen quote hebben, dus dan moet je maar van me aannemen dat hij het echt heeft gezegd. 2,5%, jongenslui. Ja, maar gaat het toptarief van de inkomstenbelasting omlaag. En te beginnen over 5 jaar al. En dan met hele kleine stapjes tegelijk. En dat vindt onze woonminister Stef Blok met droge ogen een mooi gebaar naar de hoge inkomens ter compensatie van de verzobering van de HRA, oftewel hypotheekrenteaftrek en alle andere lastenverzwaringen van het socialistisch kabinet Rutte. Nou, bedankt Stef. Het is om te huilen. En wat is hij dan? Ja, Johan. Oh ja. Alexander Pechtold. Mevrouw Le Pen, meneer De Winter, Strach in Oostenrijk. Het zijn geen al te frisse types. De vrolijke veilingmeester trok wederom de aandacht door Mark Verheijen, jawel, van de VVD publiekelijk op de vingers te tikken. Omdat deze eurofielen als Verhofstadt een groter gevaar voor Europa vindt dan de leiders van de Europese nationalistische partijen als Marine Le Pen van het Nationaal Front, die later deze week Geert Wilders komt bezoeken. Dat is natuurlijk lekker makkelijk, de moraalridder uithangen over de rug van je collega. Nee. Kunnen wij ervan? Ja, Johan. Zijn meest niet zo ziek, hè? Nee. Nee, goed, gaan we nog even door in het, over hetzelfde verhaal, namelijk de bolk. Verhofstadt blaft tegen de maan. Nou, dat is duidelijk. De Frits Bolk is 80 jaar oud. Ook hij vindt Eurofiele als Guy Verhofstadt een groter gevaar voor Europa dan de leiders van Europese nationalistische partijen. En hij zegt het ook gewoon op de radio en hij biedt nergens verontschuldigingen voor aan. Nou, 80 jaar oud, ballen van staal. Frits Bolkestein is de Jan van de Week. Dacht ik wel. Dino Boutersen. Als er 2 vakken zijn waarmee Nederland mij niet kan helpen met mijn huiswerk,
dan zijn het mensenrechten en drugshandel. Misschien gauw eens een vak mee beginnen, drugshandel. Niet alleen doet hij aan wapensmokkel en drugshandel, hij zou ook Surinaamse paspoorten verspreiden aan Hezbollah-strijders die dan rustig aan de Marowijnenrivier aanslagen op de VS kunnen voorbereiden. Maar dat laatste is niet waar, zeggen zijn advocaten. Dus hij is alleen maar een doop- en wapenhandelaar. Had papi Daisy toch gelijk, het is allemaal een complot. En Dino is een lieve jongen, want van zijn moeder. Opsluiten en nooit meer open doen. Nou, dat wou ik maar zeggen. Dat was hem alweer. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, nou, het gebeurt dus niet elke week dat onze hoofdgast zelf het middelpunt van de actualiteit is. Maar Mark Verheijen, de woordvoerder Europese Zaken van de VVD, kreeg het voor elkaar. Daarover straks meer, net al een beetje. Nu is het overige nieuws, maar natuurlijk allereerst een welkom, Mark Verheijen. Dankjewel. Goedenavond. Goedenavond. Ja, in ieder geval bedankt ervoor, hè, voor het... Ja, graag gedaan. Ja, voor het nieuws. Het was niet echt gepland, maar deze avond stond volgens mij al heel lang in de agenda dat ik hier zou komen. Ja, ongelooflijk. Ja. Ik dacht vanmorgen, als ik die man eens gaan googlen. Nou, dat was meteen raar. We dachten, we moeten in vredesnaam met hem bespreken. Ja, maar daar komen we op terug. Helemaal goed. Dank. Maar eerst andere actualiteiten. Want je was zojuist hoogstpersoonlijk bij de European Music Awards van MTV. Dan heb je nog een beetje getwerkt daar. Wat? Getwerkt. Niet bewust, want ik heb even niet door... Dat is gewoon een beetje met de heupen bewegingen maken die de geslachtsdaad... Eigenlijk een beweging als zijnde gehuwd. Ja, die heb ik volgens mij niet gemaakt. Ja, want je was er met mensen die dat ook niet direct oproepen, zoals de burgemeester van Amsterdam. En... Ja, er waren een aantal mensen en fantastische Amsterdam-promotie. Was een fantastische show. Het piept nog een beetje in mijn oren. Maar echt een mooie show. Maar hoe kwam je aan kaartjes? Want dit is gewoon bijklussen wat ik nu doe. Normaal zit ik ook bij de grote 3FM-zender. En daar werden echt... Zou je iets onaardig zeggen over de grote Radio 1-zender? Nee, helemaal niet. Oh, maar ik wilde alleen... Ik kom op een punt. Let op. Want het was namelijk zo, we kregen daar berichten van meisjes die echt hun polsen door wilden snijden als ze geen kaarten kregen. Maar hoe kwam jij aan kaart? Want jij weet niet eens wat twerken is. Je had het net al over... Ik hoefde niet mee te gillen. Een vriend van mij die heeft mij meegenomen. Die had kaarten, dus die vroeg, ga je mee? En dat leek mij wel een hele mooie show. En het was ook echt een mooie show. Mooie Amsterdam promotie. En het gillen van de meisjes zit nog steeds in mijn oor. Ja, bizar is dat, hè? Ja, dat gewoon gaat. Dat blijft maar gaan. Die meisjes van 16 kunnen heel hard gillen. Ja, maar serieus. Als die toonhoofd al zou kunnen halen, zou ik al binnen 2 seconden zou het afgelopen uit zijn. Wat is dat van oerdrang? Ja. Om te gaan gillen, waar komt dat vandaan? Ja, dat weet ik dan wel. Maar leg eens uit. Nee. Ja. Dus we gaan verder met het volgende onderwerp. De chocoladesigaret wordt verboden. Mark, is dat nou niet reden genoeg eigenlijk alleen al om uit de EU te stappen? Nee, volgens mij moeten wij door dit soort dingen ons niet uit de EU laten pesten. Want de EU brengt Nederland gewoon heel veel op. Alleen dit soort voorstellen, dat heeft niks meer met de interne markt te maken. Niks meer met de zaken waar wij voor staan. Dit is gewoon verkapt volksgezondheidsbeleid. Zij denken als wij die sigaretten verbieden, gaan mensen minder snel roken. Ja. Want chocoladesigaretten leidt tot roken of iets dergelijks. Dat kan je toch wel denken, maar dan zit je toch met je volle verstand niet in Brussel. Nou, volgens mij, als je zoiets al bedenkt, doe dat dan gewoon op nationaal niveau. Als Cyprus of als Hongarije dat wil doen, doe het alsjeblieft. Maar leg dat nou niet door heel Europa op. Is dat nou een ding wat eigenlijk stiekem wel een beetje symptomatisch is? Dat er echt ontzettend veel tijd, energie en geld in dat soort pruddingen gaat zitten? Mark, hoe hard zuigt jouw stofzuiger bijvoorbeeld? Ja, nou, dat was ook een mooi voorbeeld. Europa heeft pas geleden voorstellen gedaan om de stofzuigers niet harder dan X te laten zuigen. Ja, dat was ook mijn reactie. Volgens mij maken wij zelf wel uit hoe hard we zuigen in Nederland. Dat is heel lastig. Nou, het slot van de show is ook binnen. Maar het begint nog meer af. Wat is er dan tegen een hardzuigende stofzuiger? Nou ja... Is het iets seksueels? Zijn ze bang dat ongelukkige Fransen hun penis erin doen? Nee, dat is uiteindelijk... Net ging het over volksgezondheidsbeleid dat ze dan in Europa willen voeren. Dit heeft met energiebesparing te maken. Dat kost meer energie. En volgens mij hoef je dat niet in Europa te regelen. Nee, volgens mij is het ook niet handhaafbaar. Ga dat maar eens overal bekijken. Ja. Voor ons kan dat allemaal wel wat minder. Europa is belangrijk, maar het moet zich echt tot die kern beperken... De kern we gaan het dadelijk nog zo uitgebreid over Europa hebben dat je het woord straks helemaal niet meer kunt horen als we ermee klaar zijn. En over je stofzuiger ook. Ja. En over je stofzuiger. We blijven heel even in rare dingen in het land. Ik probeer nu de woorden te vinden om even samen te vatten wat er allemaal rond het thema Zwarte Piet is gebeurd. De stad Amsterdam wil wel Zwarte Pieten, maar die mogen geen
gouden oorbellen in. Maar daarentegen weer wel, zoals we net al hoorden, allerlei kleuren lipstick. Nou, dat is dus het compromis waar de grote geesten van de Amsterdamse gemeente mee zijn gekomen. Tegelijkertijd betekent dat weer dat mensen die daar niet tevreden mee zijn, openlijk, waaronder laatst op geen stijl, een leraar, maatschappijleer uit Amsterdam Zuidoost, dan ook een soort fatwa over de Zwarte Pieten heeft uitgeroepen, die dan in elkaar geslagen kunnen worden, ja. Begreep ik. En er zijn autochtonen, dus neem aan witte Nederlanders, die zich nu weer hebben gemeld bij het meldpunt discriminatie, omdat ze vinden dat ze als Zwarte Piet liefhebber worden gediscrimineerd. Wat vind jij daarvan? Ja, precies. Nou, de heftigheid van de discussie die verbaast mij wel dit jaar. Gaat het door, hè? Frits Bolkestein zei het gisteren mooi ergens in een interview. Hij zei van kleine landen praten over kleine problemen. Grote landen over grote problemen. Dit toont wel aan dat we een klein land zijn. Ik vind dit niet echt een thema wat mij nou heel erg bezighoudt. En ik vind het vooral belangrijk dat politici zich ook het recht voorbehouden om zich daar niet mee te bemoeien. Nou, wij gaan er niet over, gelukkig. Het was al het enige nuttige dat Rutte heeft gezegd, zo'n beetje. Namelijk, Zwarte Piet is zwart. Het is niet heel aardig om de premier nou direct al zo verschrikkelijk af te branden. Zwarte Piet toe te spelen. Het was een van zijn hele wijze uitspraken. Zwarte Piet is zwart, dus daarom noemen we hem Zwarte Piet. En daar was weinig mis mee. Maar dat stond ook nog aan het begin van die discussie. Ik ben blij dat de politiek niet over alles gaat. De politiek moet niet over alles gaan. En maar dit is echt zo'n discussie. Nee, maar wacht even, we kunnen er wel grappig over doen. En dat doen we ook. Er is natuurlijk echt de eerste Zwarte Piet moord gaat nog vallen, joh. Ik meen het. Nou, je ziet de discussie wel langzamerhand ook. Je ziet dat hij een hele nieuwe dynamiek krijgt dit jaar. Waardoor mensen zich ook gaan aanpassen. Waardoor je ziet dat in Amsterdam ze minder zwart worden. Het goud uit de oren. Nou, allemaal dat soort zaken. Ik heb er wel opvatting over, maar ik denk als politicus moet je je daar volgens mij zo min mogelijk mee bemoeien. Zeker de landelijke politiek gaat daar niet over. Begrijp ik. Maar is het voor mij is dat Zwarte Piet geen enkel probleem. Ik vind dit soort folklore of dit soort traditie. En heb het er maar over, dat vind ik prima, die discussie. Maar we moeten ons volgens mij niet door een kleine groep mensen die daar een heel groot punt van maakt, deze mooie traditie laten afnemen. Nou, ben je al Zwarte Piet geweest? Nee, volgens mij niet. Nee. Wel Prins Carnaval? Nee, zelfs dat niet. Ik was ooit een keer adjudant. Oh ja, adjudanten. Dat is heel lang geleden, maar nog nooit Zwarte Piet geweest. Ik heb wel eens vaak de Zwarte Piet toegeschoven gekregen. Ja, maar ben jij Zwarte Piet? Ja, dat is een heel zielig verhaal zit erachter. Ik was recent gescheiden. Ik zag mijn kinderen niet zo vaak. Toen dacht ik, nou, je moet toch wel een keihard wijf zijn als je mij in een Zwarte Piet pak buiten laat staan op Sinterklaasavond. Dus dat, ja. Dus jij hebt, ik vind het ook wel een beetje laag, hoor. Het is ook heel laag. Maar ja, herkende ze je? Ja. Dus het was een hele grimmige Sinterklaas. Maar ja. Ik dacht, nou ja, goed. Nou, dat ja. Tot zover. Nou. Het gaat nu uit de lucht, of niet? Nee. Ze zeggen dat de teruggekeerde jihadis een gevaar zijn voor de Nederlandse samenleving. Althans, dat zegt Dick Schoof, Nationaal Coördinator voor Terrorismebestrijding en Veiligheid. Wat doen we met die mensen die terugkomen? Want want ze kunnen dus nu, dat zegt hij er ook bij, niet onbelangrijk, met wapens en explosieven omgaan. Ze hebben daar een les gehad. Ja. Ja. Het is natuurlijk een kleine groep, maar wel een zeer serieus gevaarlijk thema. Een gevaarlijke groep. En met reisgegevens kun je in ieder geval zien, kun je ze in ieder geval traceren waar ze zijn geweest. Je kunt nooit precies weten wat ze daar gedaan hebben, maar dan heb je ze in ieder geval wel in beeld. Mm-hmm. En je kunt mij niet wijsmaken dat iemand nu vrijwillig of op vakantie of weet ik wel wat in Syrië gaat. Als je bijvoorbeeld nu naar Syrië gaat, dan vind ik ook niet ten onrechte dat de Nederlandse overheid echt wel streng op je let als je terugkomt. Vind je het ook niet ten onrechte dat ze tegen een kogel aanlopen? Oftewel, zou dat eigenlijk niet veel fijner zijn dat je er gewoon ook vanaf bent? Nou, volgens mij... Stiekem, hè? Niemand luistert mee. Nee, maar volgens mij op die manier praten we niet over mensen. En dat gun je ook niemand, gun je ook de families niet. Ja, maar ze vragen er wel om. Als je ze nemen toe een risico, gaat nu... Ze nemen een risico als ze daar naar toe gaat. We hopen natuurlijk dat ze snel tot inkeer komen. Maar het zijn wel mensen, als ze daar eenmaal geweest zijn, die ook in Nederland echt een gevaar voor onze samenleving vormen. Ja, dus daar moet je je tegen kunnen wapenen. En hoe gaan we dat wapenen? Want wij tot nu toe in de gaten houden. Hè? En de reisgegevens, dat is trouwens nog een vraag apart. Vind je dat dan rechtvaardiger dat alle reisgegevens van alle Nederlanders worden gemonitord? Of moeten we dat wat specifieker in zijn? Volgens mij, ik hoorde ook iemand zeggen van het moet ook niet zo ingewikkeld zijn, want alles staat ook altijd geregistreerd. En deze zaken, waar je echt zegt van nou, daar gaat iemand om een verkeerde reden naar een verkeerd land. Dat vind ik goed als je die eruit kunt halen. Dus als je daar de instrumenten voor hebt. En mijn collega aan de Kamer, Klaas Dijkhoff, heeft ook op allerlei manieren, ook in gesprekken met de ministers en de staatssecretaris in debatten,
Het zijn allemaal manieren aan het kijken van hoe kun je nou zorgen dat die mensen straks geen gevaar voor de Nederlandse samenleving vormen. Dus als ze terugkomen, strafbaarheidsstelling, dat soort zaken. En wat vind je daarvan? Dat de Belgen die zijn nogal makkelijk. Iedereen eerst in het cachot tot we zeker zijn dan, dat er geen gevaar voor de samenleving bestaat. Maar dat vinden we hier nog iets te ver, geloof ik. Hè? Nou, ik moet heel even denken. Ik weet niet hoe de discussie precies vandaag op dit moment gevoerd wordt. Maar in ieder geval dat daar echt een groot probleem zit. Dat je die mensen niet zomaar in Nederland terug wilt en niet rond wilt hebben lopen. Dat vind ik volledig terecht. En dat je alle instrumenten daarvoor uitzoekt om dat te voorkomen. Terecht, want als je gewoon op de heilige jihad gaat in Syrië, dat belooft weinig goed voor de Nederlandse samenleving. Maar wat je dus wel ziet, is dat dus die Belgische jongens eerst hier naartoe gaan. Een soort toevluchtsoord. En vanuit daar misschien ofwel plannen beramen. Of omdat ze weten dat ze in België meteen opgepakt worden. Ja, is het niet beter dat wij dat ook doen? Ja, daar zie je dus zowel het nut als ook de meerwaarde van Europese samenwerking. Als mensen zomaar in Europa ook kunnen reizen met elkaar, dan moet je ook gewoon wel die gegevens kunnen uitwisselen. Het heeft geen zin als België strenger is dan wij. Want dan gaan ze via hier natuurlijk naar die landen. Nee. Dus pleit je dan voor een soort... ik weet het niet eens eigenlijk eerlijk gezegd of dit probleem ook in veel andere landen van de Unie speelt. Maar zou er dan brood in zitten om daar een Europees beleid van te maken? Veiligheidsproblemen, dus zeg maar grensoverschrijdende veiligheidsproblemen. Mensen die doordat ze vrij kunnen reizen, zeg maar van het een op het andere land de problemen mee kunnen nemen. Dat is wel echt een taak waar je de Europese Unie, waar ook een aantal goede instanties in Europa mee bezig zijn. Dus ik denk dat dit nou wel een van de zaken is waar je in Europa juist wel af en toe een tandje moet bijzetten. Om te zorgen dat we problemen niet van het ene land naar het andere doorschuiven. Is dat niet voor Interpol gewoon? Ja, Interpol. Je hebt allerlei justitie. Interpol is dan het internationale. Maar ook op Europees gebied heb je allerlei instanties. Die gewoon ook naar grensoverschrijdende criminaliteit kijken. En die ook dit soort dingen registreren en mensen in de gaten kunnen houden. En dat is denk ik goed. Even het enorme belangrijke dossier JSF. Het is er door, hè? Nou, gefeliciteerd. Zullen jullie wel blij zijn? En wat vond je van de vertoning van de PvdA? Het heeft lang geduurd. Het heeft volgens mij veel gekost, ook voor hen, de wijze waarop ze dat gedaan hebben. Maar uiteindelijk zit daar gewoon een groen licht. Een ja, ook van de PvdA. En ik vind dat terecht. Het is geen makkelijk besluit, maar wel noodzakelijk. Wil je als Nederland, 16e economie in de wereld, wil je belangen wereldwijd verdedigen, wil je ook meedoen aan missies, zul je ook dit soort straaljagers moeten hebben. Ben je niet bang dat het zo lang duurt dat tegen de tijd dat ding er is, dan heeft iedereen al drones? Dan zitten wij weer met een oud ding opgescheept. Nee, zij zullen drones zullen nooit helemaal de bemande straaljagers vervangen, is op dit moment de verwachting. Pas toch mooi even Al-Qaeda-leider neergeschoten met een drone. Met drones kun je een aantal zaken heel goed doen. Ja. Op het gebied van verkenning, op het gebied van allerlei terreinen. Een aantal zaken kun je ook echt alleen nog maar met een echt alleen, ook in de toekomst, met een jachtvliegtuig. Het is ook een mooi ding. Laat wel wezen. Gewoon leuk speelgoed, toch? Ja, ik heb hem nog niet in de hand gehad, ik heb hem nog niet gezien. Volgens mij is het niet echt speelgoed, of in ieder geval wel heel duur speelgoed. Ja. Maar wel gewoon noodzakelijk. Wil je meedoen aan missies, wil je ook in de toekomst, weet je niet precies wat er op ons afkomt. Wil je een jachtvliegtuig hebben dat alles kan? Deze is gewoon de beste, blijkt uit alle kandidaatvergelijkingen. En als je dan zegt, we hebben een opvolgende F-16 nodig, is dit de beste en is nu de kogel door de kerk. En dat is denk ik goed, ook voor defensie. En je zegt dat al twee keer, als we willen meedoen met missies, en je bent dus neem ik aan ook van mening dat we dat moeten doen, zoveel mogelijk. Ja. We hebben onze internationale rol te vervullen. Enerzijds om onze belangen. We zijn de 16e economie in de wereld. De 5e investeerder. Tweede landbouwexporteur. We hebben echt gewoon belangen in de wereld. En ook belang bij stabiliteit. In de tweede plaats, we hebben onze veiligheid. Ook onze Nederlandse veiligheid hebben we in de NAVO met elkaar georganiseerd. En dan moeten we ook met elkaar op kunnen treden. Wij willen niet dat sommige landen bijvoorbeeld een broednest worden van Al-Qaeda, van extremisme. En dan moet je daar ook kunnen ingrijpen. Dat kunnen we niet alleen aan andere landen overlaten. Daarvoor is de Nederlandse rol in de wereld ook te belangrijk. Okay. Ja. Dus volmondig ja, dat we daar wel ons moeten inzetten. We moeten wel altijd het Nederlands belang kunnen uitleggen. Dus als we daar naartoe gaan, van wat is nou het nationaal belang dat we daar gaan dienen? Ook voor draagvlak belangrijk, maar we moeten wel blijven doen. Okay. Lavie, oftewel onze Jan, die is er dus niet. Dus normaal doet hij altijd dan nu een leuk verhaaltje. Ja, nou, een leuk verhaaltje. Meestal een maatschappijkritische aanklacht. Ja. Maar we vervangen hem vandaag gewoon door een muziekje. Speciaal voor jou, hè? Want het is een artiest van de MTV European Music Awards. Kijk of ik het herken. Ja, ben benieuwd.
Ga ik even pissen. Wat is het in godsnaam? Snoop Dogg. Oh, leuk. A.k.a. Snoop Lion. Hij verandert van naam. Zoveel tijd. Het is Prins, die eens Tafkap heet. Ja, nou, hij heet dus nu Snoop Lion. Ja. Aanstellers. Ik ga even plassen. The pimp's in the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get a attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I'm all the best weed cause I got it going on, ma. I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, $1 million bow. That's whiter than what's spilling down your throat. The phantom, exterior like fish eggs. The interior like suicide wrist red. I can exercise you. Dat ken je. Hartstikke mooi, doe maar weg. Nee, ik herkende het niet. Maar niet? Hij kan, nee. Weg. Dank je. Vond je het leuk? Is niet mijn smaak. Ik zet het thuis niet zo heel vaak op. Wat zet je thuis wel op? Daar ben ik gewoon even benieuwd naar. Qua muziek? Ja? Ja, eigenlijk niet zo... André Rieu. Nee, ja, nou ja, dus zo, nee, als ik heel eerlijk ben, heel flauw, hè? Als ik in de auto zit of zo, zet ik nog wel eens 100% NL op. Gewoon even je hoofd leeg. Oké, okay. Mark Feijen zei dus dat die eurofiel Verhofstadt een groter gevaar voor de toekomst van Europa vond dan Marie Le Pen van het Nationaal, Front Nationaal, sorry. Een rel was geboren en later zwakte hij zijn woorden af. Maar wat bedoelde je nou eigenlijk? We vragen het. Ja, we vragen het hem gewoon maar even. Ja, want we vanmorgen, even de achtergrond, helemaal de truc stond, zat onze vriend Pechtold. Nou, we zeiden net al, als een gek te gillen bij WNL, dat het een schande was. En Mark Feijen ongelooflijke ploert was, dat hij zoiets durfde te zeggen. Nou, Mark, wat bedoel je nou eigenlijk? En wat heb je precies gezegd ook alweer? Ja, de stelling is van mij, ik maak me echt zorgen over het draagvlak voor Europa. Ik proef dat dagelijks. Ik zie dat terecht. Als ik in de zaaltjes kom, maar ook op de sociale media in mijn mailbox. Zie ik gewoon enorm gevaar voor het draagvlak van Europa. Europa ademt eigenlijk voortwaarts. Alles gaat maar steeds voortwaarts. Meer integratie, meer landen erbij. Ja. En mensen willen dat gewoon niet. Ze hebben ook echt het gevoel, een soort democratische vervreemding, dat het niet meer van hen is, dat ze er geen grip meer op hebben. En ik denk dat mensen die alleen maar roepen voor meer Europa, voor een federaal Europa, waar landen uiteindelijk hun zeggenschap, hun identiteit inleveren, dat die uiteindelijk ook zorgen dat mensen afhaken bij Europa. En dat daarmee de eurosceptische partijen, dat die daar garen bij spinnen. Ja. Nou, dat is het verhaal. Ik heb daarbij een vergelijking gemaakt tussen twee personen daarin, of eigenlijk twee personen werden daarbij genoemd. En dat heb ik beaamd. Dat had ik niet moeten doen. Dat leidt enorm af van de inhoud. Ja. Maar goed, je noemt niet of men noemt, men legt jou niet voor niks Guy Verhofstadt voor, natuurlijk. Nee. Als de opperfederalist. Guy Verhofstadt is warm voorstander van meer Europa. Martin Schulz, de voorzitter van het Europees Parlement, is ook zo iemand. Die roepen voortdurend voor meer Europa. En ik denk dat dat waarom, niet de juiste weg is. Waarom dat weet ik, maar waarom zouden mensen daar zo bang van zijn, denk je? Nou, het is iets wat mensen niet willen. Wat eigenlijk ook, als je gewoon even buiten Brussel kijkt, wat eigenlijk ook niemand wil. Nederland wil het niet. Ik wil het niet. Maar ook als je kijkt naar Duitsland, naar Spanje en Italië. Eigenlijk wil niemand naar dat federale Europa. Maar toch Alan is Greenspan, altijd... die denkt dat de enige manier om de voormalige baas van de Amerikaanse Nationale Bank. Die heeft zoiets van, politieke unie, anders gaat die euro naar de kloten. En ik geloof dat het onnodig is, onwenselijk. Maar uiteindelijk willen de mensen het ook niet. En daar heb je toch in een democratie rekening mee te houden. Ja, dat vind ik wel verfrissend inzicht. Nou, maar dat zegt Bolkestein toch ook. Dat je luistert naar je kiezers, dat vind ik toch wel iets. Ja, maar Bolkestein die was het helemaal met je eens. En die zei ook, mensen willen het niet. Dus zeg het dan niet, of doe het dan niet. En, maar hij was het dus met jou eens. Dan heb je toch best wel steun. Waarom neem je het dan weer terug? Nee, als je dan kijkt hoe zo'n dag als vandaag verloopt, laat ik u even meenemen. Zie je dan vanochtend dat Pechtold het heel scherp zegt. Hij zegt, het is schandalig dat Mark Verheijen persoon A erger vindt dan persoon B. Hij zet dat daar heel scherp neer. En ik zag gewoon, vanaf dat moment kreeg je de discussie in ieder geval niet meer terug naar de inhoud. Dus dat ging niet meer over hoeveel Europa wil je, of wil je naar federaal Europa. Het ging alleen nog maar over die twee personen, over die vergelijking. Daar heb ik geen behoefte aan. Dus daar wil ik dan zo snel mogelijk een einde aan maken. Om in ieder geval een poging te doen om weer terug te gaan naar die inhoud. Want die is wel echt relevant. Ik maak me echt zorgen over dat draagvlak voor Europa. Ik denk dat Nederland Europa heel hard nodig heeft. Maar dat de wijze waarop Europa zich nu af en toe ontwikkelt
meer landen, meer taken naar zich toe trekken. Waarvoor dat uiteindelijk hebben wij Europa nodig, Mark? Als exportland, als handelsland. Ja, dat was altijd toch al goed. Ik bedoel, dat nee. We hebben toch ook heel goede handel met China en daar zitten we niet aan vast. Nou ja, als je kijkt naar de handelsverdragen met China, daar zitten enorme tariefmuren op. Daar zitten enorme handelsbelemmeringen inhoudelijk en qua tarieven zitten daarop. In Europa hebben we die niet. En Nederland heeft meer belang bij open grenzen, bij geen tariefmuren tussen die 28 landen in Europa, dan bijvoorbeeld Frankrijk. Frankrijk zou het liefst graag een markt zoveel mogelijk afschermen voor onze producten. Ja. Dus als er iemand belang heeft bij open grenzen, bij een open Europa en bij die sterke interne markt, is het Nederland. We hebben de grootste haven, niet alleen van Nederland, maar ook van Duitsland. En kostenbaten dan, als je dat tegen elkaar afweegt, wat betalen wij zo'n beetje aan Europa? Ja, dat is heel veel uitgerekend, heel veel berekend. Ja. En dat levert toch echt van Nederland nog altijd een zeer positief saldo op. Nou, maar weet je, in jullie eigen standpunten, even nagekeken, lijkt me handig, melden jullie toch echt wel vindt dat als VVD dan, hè, dat onze bijdrage wel met 2 miljard omlaag zou moeten kunnen. Zeker. En dat ook realistisch zou zijn. Wat mij betreft zou Europa zich moeten beperken, sterk beperken tot die interne markt, reguleren, regelen dat geen tariefmuren en dat soort dingen zijn. Europa heeft nog een andere taak naar zich toe getrokken en dat is geld herverdelen. Ja. Dus wij dragen allemaal wat af aan Brussel. Natuurlijk moet daar de organisatie van betaald worden. Dat kan ook af en toe wat soberder. Maar daarnaast gaan ze ook nog alles herverdelen in structuurfondsen, dus allemaal landen. Verhuizen. En dat kan voor ons echt wel een stuk minder. Dus de kern van Europa zit ook niet in dat geld. Niet in die bijdrage die wij leveren. De kern van Europa zit in die regels die zij stellen, zodat wij makkelijk kunnen exporteren. Zodat als je van Rotterdam naar Noord-Italië gaat, dat je niet 4 keer bij een grens hoeft af te rekenen. Nee, want jullie zijn ook van het moderniseren, hè, van het bestedingspatroon van Europa. Dus dat in plaats van al die rare landbouwsubsidies en stimuleringsfondsen voor achterlijke regio's ook eens een keer aan innovatie wordt gedacht, bijvoorbeeld. Ja, als je al geld via Brussel herverdeelt, doe het dan bij dingen die geld opleveren. Hè, zoals innovatie, zoals we zorgen dat kennis in Europa beter wordt ontwikkeld. Maar dat zit ook vaak in regels. Als je in Europa voor alle landen een octrooi wilt aanvragen, dus als je iets hebt uitgevonden, is dat zo ontzettend veel duurder dan in Amerika. En dat komt nog door allemaal nationale regeltjes die we hebben. Nou, daar kan de Europese Unie echt een meerwaarde betekenen. En daar geloof ik ook. En daarom, ik ben ook echt af en toe wel eens bang dat Europa ons door de vingers glipt. En volgens mij als Nederland moeten we gewoon echt zorgen dat we Europa behouden. Nou, dat is een goed punt wat je daar maakt. Vind je dat deze VVD-regering, want dat mogen we het dan toch wel uiteindelijk noemen, we hebben een premier van VVD-huizen zitten en misschien met een wat wonderlijke coalitiepartner, maar vooruit, laten we voor de discussion sake zeggen dat het een liberale regering, dat die onze belangen, zoals jij die net zo prachtig hebt verwoord, althans de liberale belangen, goed vertegenwoordigd momenteel? Volgens mij gaan wij met de juiste agenda naar Brussel toe. En dan ben ik ook de eerste die toegeeft dat we niet altijd ons zin krijgen. Nee, als ik lid ben van een tennisclub, dan krijg ik ook niet altijd mijn zin. Nee. Maar ik blijf wel lid omdat ik het belangrijk vind. Maar wij zijn wel de beste van de klas met betalen en zo. Weet je, we houden ons aan de norm en alles. Ja, maar we mogen niet. Uiteindelijk is het natuurlijk Duitsland of Frankrijk de baas. Duitsland en Frankrijk vormen altijd een hele belangrijke as. Nederland heeft wel echt wel invloed. Maar uiteindelijk als het op stemmen aankomt, en daar moet je dus ook vaak niet op laten aankomen. Als het op stemmen aankomt, dan verlies je het vaak. Sommige dingen zijn gelukkig met unanimiteit. Dus dat kunnen we nog tegenhouden. Hebben we ook een paar keer gedaan. We hebben Roemenië, Bulgarije tegengehouden bij toegang tot Schengengebied, hè, tot de open grenzen. We hebben rond die eurocrisis toch echt een aantal keren, of voor of achter de schermen, echt wel gewoon gezorgd dat het niet de onderdacht ging, allemaal dat soort zaken. Dus we hebben daar echt wel dingen voor elkaar gekregen. Maar je krijgt niet altijd je zin. Nee, maar goed, op een gegeven moment, dit heeft toch wel een hele aanzienlijke invloed op het begrotingstekort, maar dat zover mag oplopen. Nou, er gaat nog steeds een heleboel geld naar dingen waar wij dus niet van vinden, dat jullie niet van vinden dat er heen moet. Op een gegeven moment kun je wel zeggen, ja, maar we blijven het maar gillen daar. Maar we zijn nou eenmaal niet de baas, dus dan gaat het niet door. Wanneer wordt het dan tijd om te kijken van, dan moeten we naar eens naar andere alternatieven gaan kijken. Is het, wat die vorige week de econoom Alfred Kleinknecht, die trouwens net zoals, in principe federalist is, die zegt, eigenlijk de beste weg zou vooruit zijn in een solidair en politiek Europa. Mm. Maar goed, als alternatief zegt zelfs hij, in ieder geval moet er iets dan gebeuren. Als dat niet gaat gebeuren, dan moeten we bijvoorbeeld naar een euro en een euro. Want op deze manier gaat het niet werken. Ja. En is er bij jullie niet iets waar je denkt, we krijgen onze zin niet omdat we niet belangrijk genoeg zijn, maar moeten we dan niet stoppen met hierbij willen horen?
Nee, volgens mij niet. Volgens mij zou dat voor Nederland heel specifiek een hele onverstandige keuze zijn. Ik laat mij ook niet uit de euro of uit de EU plagen door landen die het niet met ons eens zijn. Ja, ik vind het aan het debat kosten. Aan in Europa. We hebben er nog altijd heel veel baat bij, bij Europa. Dat is de vraag. Wij ruilen export voor schulden. Die schulden moet je maar hopen dat ze ooit betaald worden. Ja. Want zo niet hebben we weer een enorm probleem. Er is sowieso natuurlijk een bepaalde drain van Noord-Europa naar Zuid-Europa. Dus dat argument wordt altijd gebruikt van het is toch zo heerlijk voor onze export. Dat is op zijn minst ook dubieus te noemen. Zuidelijke landen kunnen die schuldenkloof ook niet aan. Dus die kunnen niet evalueren of kunnen daar weinig mee. Waarom is het dan uiteindelijk zo belangrijk om de Monetaire Unie te blijven zitten? De zuidelijke landen, ik ben niet heel... Griekenland is natuurlijk echt, ook gewoon als je kijkt naar het verdienvermogen van Griekenland, is wel het zorgenkind. Als je gewoon even kijkt naar Spanje, ook al even kijkt als je kijkt naar onze export met een land als Italië, dat is meer dan met de heel Azië bij elkaar. Dat is niet iets waar je heel snel zegt van nou dan stappen wij maar of dan zetten we hen maar uit, uit een interne markt. Uiteindelijk wil ik echt gewoon pasta. Uiteindelijk is het toch gewoon een kwestie van vraag en aanbod. Ik wil iets hebben, dus een slimme ondernemer, daar staan jullie voor als VVD, die zorgt er toch wel voor dat het hier komt. Als wij uit een unie zouden stappen, wat ik gewoon echt niet zou willen, dan zouden dus allemaal landen weer tariefmuren, weer allerlei regels voor ons gaan stellen, zodat wij niet zo makkelijk met hen kunnen zaken kunnen doen. En dat wil ik gewoon niet. Ik wil dat we deze euro EU beter gaan maken. Ik wil dat we hem gaan repareren. Want uiteindelijk het concept, die stabiliteit, die economie, economische unie die erachter zit. Hoe zie je dat voor je? Want er blijft nog steeds de situatie dat wij exporteren naar landen die dat eigenlijk niet, in Italië ook niet, kan het ook uiteindelijk niet betalen. Moet er schulden voor maken. Die schulden lopen op. Die schulden krijgen wij weer in handen, want die koop je op. Dus eigenlijk krijg je levert goederen, je krijgt schulden terug. Waarvan je maar hoopt dat ze betaald worden. Dat verandert voorlopig niet, want je doet het woord verdienvermogen al. Dat is niet zo hoog. Je hebt mogelijk uitzonderingen, maar Portugal, Italië, Griekenland. Dus hoe ga je het doorbreken? Dat kan dan toch alleen maar door een soort nivellering, een soort herverdeling van welvaart. En dan kom je toch al snel weer in een soort federaal systeem terecht. Nee, volgens mij moeten wij niet naar zo'n transferunie, hè, waar we structureel geld van Nederland daar naartoe zomaar gaan transporteren. Wel een handelsunie. En om met ons goed handel te kunnen blijven drijven, zullen zij uiteindelijk moeten hervormen. En dat zie je natuurlijk in een aantal van die landen. Daar zijn de hervormingen gewoon achterwege gebleven. Zij konden ook dankzij de euro te makkelijk aan geld komen. Er zitten een paar structuurfouten in de euro. Eigenlijk zijn zij jarenlang, en dat geldt ook voor Frankrijk, hebben zij niet hervormd. Dus niet wat wij hebben gedaan, onze economie moderner maken, de concurrentiekracht vergroot, arbeidsproductiviteit van werknemers. En dat wreekt zich nu. Ze zijn wel met een inhaalslag bezig. Als je gewoon even kijkt naar Spanje, daar ben ik eigenlijk niet eens zo heel pessimistisch over. Als je kijkt, zij maken nog echt gewoon producten. Ze zijn nu met hervorming een inhaalslag aan het maken, hun budget op orde brengen. En voor ons is dat een enorme afzetmarkt. Die zou ik niet willen verliezen. Maar Mark, je bent dus niet voor een euro of een euro? Uiteindelijk zou dat de noordelijke euro, dus zeg maar de euro waar wij en Duitsland in ieder geval toe, zou die bikkelhard maken, waardoor de handel van ons met die zuidelijke landen enorm zou worden bemoeilijkt. Prima, maar als nu Duitsland dat wel wil, dan lopen wij toch gewoon lekker mee? Als Duitsland morgen, en daar heb ik geen enkel signaal voor, als Duitsland morgen uit de euro zou stappen, of een eigen euro maar die zou zegt, wij willen. Ze verzinnen nu in één keer Duitsland en Frankrijk zegt, wij willen toch die euro en die euro. Dan lopen wij toch gewoon mee met die euro? Dan ga jij toch niet zeggen. Dan ontstaat er een hele nieuwe situatie, maar ik zie dat Duitsland niet doen, omdat zij ook weet, Duitsland heeft sowieso een historische opgave, vindt ze zelf altijd, om Europa bij elkaar te houden. Maar ze weten ook, in hun eigen belang, is het gewoon goed. Zoals eerder geprobeerd, hè? Juist, dit is dan weer zo'n briljant moment. Was dat de kopstelling van de avond? Duitsland heeft het ook wel eens geprobeerd. Dit is dan weer zo'n schitterend moment om het even te onderbreken, dit gesprek. En dan gaan we er straks weer mee verder. Jelmer, wat gaan we nu even doen? Want naast het sluiten van gevangenissen en het thuis uitzitten van je straf heeft Fred Teven nog een andere post gevonden om op te bezuinigen. Het recht op gratis rechtsbijstand. Verdachten krijgen later en minder hulp. De eigen bijdrage gaat omhoog. En het tarief voor de strafrechtadvocaten moet met een derde omlaag. Vandaar dat laatstgenoemde morgen in een staking. We bellen met advocaat Benedicte Fiek, mede-initiatiefneemster van deze staking. Goedenacht, meester Fiek. Goedenacht. Goedenacht. Zeg, mevrouw Fiek, vertel nou eens even. Gaat het echt alleen maar om het geld of om meer? Nou, het gaat,
Er zijn twee aspecten die als twee ringen in elkaar vallen. Oei. En dat is enerzijds het geld. En omdat het geld niet geregeld is in die zin dat we er 30% op achteruit gaan, betekent dit de facto dat strafrechtspecialisatie niet meer te betalen is voor ons advocaten. Mm-hmm. Zodat we dat niet meer als core business kunnen doen. Maar zijn er ook een heleboel strafrechtklanten die gewoon betalen, mevrouw Fiek, of niet? Nou, dat is dus echt zo'n idioot misverstand. Oh ja, nou vertel eens. En ik ben blij dat u dit oppert. Ik denk dat 95% van de strafrechtelijke clientele is Prodeo. Oh? Bijna alle mensen die in de gevangenis zitten, ik zou bijna durven zeggen 98%, die worden Prodeo bijgestaan. Heel incidenteel heb je in de commune strafrechtspraktijk, dus dat is de praktijk van het gewone strafrecht, moord, doodslag, geweld, drugs, witwassen, noem maar op. In de commune strafrechtpraktijk is er bijna nooit een betalende cliënt. Er zijn weinig rijke moordenaars. In de economische strafrechtpraktijk, dus de witte moordencriminaliteit, daar zitten die mensen die betalen wel altijd hun advocaat. Maar wij zijn een commune strafrechtkantoor en wij draaien voor een zeer, zeer groot gedeelte op Prodeo. Oké, maar ik heb een rechtsbijstand. Hè. Hoe groot is de kans dat ik u als advocaat krijg als ik een probleempje heb met de dakgoot? Met de dakgoot of met het strafrecht? Nee, jammer, ik denk dat we het voorbeeld even moeten aanpassen. Nee, ik heb een moord gepleegd. Ja, je hebt gewoon tenminste, dat zegt men. Hè. Ik heb het niet gedaan. Het is nog helemaal niet zeker dat het waar is. Maar... Nee. Mag ik u even ergens op attent maken? Ja. Je kunt je in Nederland voor alles verzekeren. Voor brand. Ja. Voor rechtsbijstand. Ja. En iedereen denkt dat je je bijvoorbeeld ook zou kunnen verzekeren voor rechtsbijstand als je verdacht wordt van een strafbaar feit. Maar in alle kleine lettertjes van verzekeraars met betrekking tot rechtsbijstandsverzekeringen, ja, wordt het strafrecht uitgesloten. Dus je bent 100% aangewezen op de voorzieningen dat die de overheid jou geeft. Dan kan ik net zo goed mijn rechtsbijstand afzeggen. Ja, dat is onzin. Ja. Ja, dat is ook onzin. Want ik was van plan een moord te gaan plegen. Dat moet je niet nooit vertellen. Dat stop. Nee, dat is niet aardig. Shit, dat kan goed. Oké, u zei er waren twee. Ja. Dus we hebben zojuist opgeruimd. Het misverstand dat er een heleboel betalende cliënten zijn. En dat u dat een beetje Prodeo er makkelijk bij kunt doen. En nog steeds Porsche kunt rijden. Er is ook geen kans dat ik u krijg als advocaat. Die kans ook heel klein. Nee. Die is ontzettend klein. Ja. Ja, nee, ja, precies, want je bent veel te braaf. U noemde nog een tweede aspect. Dat het strafrecht op die manier ook niet gediend is. Kijk, de gespecialiseerde strafrechtadvocatuur, die wordt zo goed als helemaal gefinancierd door de overheid. En ik heb u net verteld hoe een beetje de verdeling van de cliëntele zit. En als die overheid ervoor zorgt dat wij 30% in inkomsten achteruit gaan, dan betekent dat de facto dat wij onder de kostprijs zelfs gaan werken. Wat is de kostprijs? Ik zal zeggen wat wij krijgen voor de wat grotere zaken. De plannen van Teve zijn dat we dan €70 bruto per uur zouden krijgen. Nou, dat is niks. Dat is minder dan de televisiereparateur die bij mij langs komt. En daar kunnen wij natuurlijk niet een kantoor van runnen. Dus dat betekent dat een grote groep gespecialiseerde strafrechtadvocaten gewoon verdwijnt. Wat krijgt u per uur nu dan? Dat wou ik ook vragen. Hoeveel heb je nodig per uur? Zeg je, dan wil je het een beetje, niet eens dol, geen gouden kranen, geen lege bankstellen. Als je het hoofd boven water wil houden, mm-hmm, want u moet ook niet vergeten dat als wij 8 uur per dag op kantoor zijn, of naar de baanjes zijn, of naar de zitting zijn, dan kun je niet ieder uur declareren bij de staat. Hè? Want, afgezien van overuren, declaraties, bla bla bla. Gewoon. Goed, als wij het een beetje zouden willen redden, dan zouden we op zijn minst op hetzelfde niveau van nu moeten blijven zitten. En hoeveel is dat? Wat is dat? Dat is €105 per uur. Dat is al aan de krappe kant, maar daar redden we het mee. Oké, dus u zegt eigenlijk, wat is jij 150, zei u? Die bezuiniging op dat uurtarief voor strafrecht moet er gewoon niet komen. Okay, want als dat doorgezet wordt, dan heeft de Prodeo-klant, en dat zijn ze bijna allemaal, geen gespecialiseerde rechtshulp meer. En dat is echt
Dat heeft echt. Maar, hoe stel ik me dat dan voor? U zegt nou, heeft geen gespecialiseerde hulp meer. Wat hebben ze dan wel? Als je, niks. Dan heb je een toga-vuller. Een toga-vuller. Ja. Een kneus die het voor 70 uur. Ja. En dat is, ja, dat is heel slecht als je vrijheid op het spel staat. Maar is dit niet stiekem een manier voor het teven om het OM sterker te maken? Het OM sterker te maken? Oh nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Dat niet? Ik bedoel, ik ben best een wantrouwig mens geworden eigenlijk. Dat ben ik van het twee helemaal niet. Maar dat denk ik niet. Ik denk niet dat teven dit doet. Een van de voorzitter van de strafrechtadvocatenvereniging die schreef een brief. En daar stond zoiets toch wel een klein beetje. Dat hij bijna ging denken of was dat in zijn boosheid. Nee, maar hij zal misschien een beetje geëmotioneerd zijn geweest. Ja. Of het is misschien een grapje, maar ik ben ervan overtuigd dat niet het geval is. Zeg mevrouw Fiek, dan is er nog veel meer aan de hand. Hè? We hebben het financiële aspect, maar dan willen ze ook nog, wil Teven ook nog de straf, de bijstand later laten ingaan op een later moment. Ja, hoe zit dat precies? Ik weet niet of het in werkend Nederland normaal is dat je op grond van oekases van de overheid gewoon gedurende 2 weken je werk niet kunt doen en of dat je niet voor je werk betaald wordt. Maar ik denk dat Teven toch wel een beetje ongelooflijk naïef is als hij in zo ongeveer de meest cruciale fase van het strafproces verwacht dat strafrechtadvocaten gewoon blijven zitten en niets doen. Dat is het proces, dat is het moment van het moment waarop je opgesloten wordt tot het moment dat je wordt voorgelegd aan de rechtercommissaris. Je wordt gearresteerd, je komt bij de rechtercommissaris, je wordt in bewaring gesteld, je krijgt dus het dossier en dan wordt je geacht voor niks te gaan werken. Of niet, ja. Of niet. Maar dat is natuurlijk absurd en dat kan echt niet uit dat deze plannen er zouden zijn. Bovendien is het in flagrante schending met verdragen. Het Europese Hof bepaalt dat er sprake moet zijn van een eerlijk proces, dat er sprake moet zijn van equality of arms, dat er sprake moet zijn van het verdedigen van iemand die van zijn vrijheid is beroofd. En dat is natuurlijk niet alleen maar een holle frase. Dus dat wordt een beetje Poetin-achtig, lijkt mij. Zeg mevrouw Fiek, nog even als ik u mag onderbreken, want het is duidelijk. Denkt u zelf niet dat Teven dat stiekem eigenlijk ook wel vindt? Ja, maar, ik denk het eerlijk gezegd wel. Zou u het een beetje kunnen helpen? We krijgen namelijk hier wel eens een beetje medelijden met hem. Elke keer moet hij met een of ander doldwaas plan moet hij weer naar een beroepsgroep toe of naar de gevangenis is. Weet u wat het is? Nee. Er zijn ook wel veranderingen in het strafrecht doorgevoerd die onwaarschijnlijk veel geld kosten. En waarvan je denkt, is daar nou wel zo ongelooflijk over nagedacht? Zoals? Bijvoorbeeld de versterking van de positie van het slachtoffer, wat overigens buitengewoon belangrijk is. Want er zijn allerlei doorgevoerde veranderingen waar ik zelfs ook achter sta. Ja. Maar bijvoorbeeld het uitdelen van schadevergoedingen aan slachtoffers die voorgeschoten worden door de overheid. Ja. En bijvoorbeeld, dat kost natuurlijk een enorm budget. En dat enorme budget, ik heb de indruk dat toch, het strafproces is er natuurlijk, kijk, het slachtoffer wordt in die zin een beetje vals voorgelicht. Het strafproces is erop ingericht om te onderzoeken of een verdachte het wel of niet gedaan heeft. Ja, en niet om een bak geld eruit te slepen. En daar moet je geld in stoppen. Je moet natuurlijk kijken, er zijn een aantal aspecten in het leven van belang. Dat is gezondheid. Dat is liefde en dat is vrijheid. En dat is ook het niet oprecht van iets beschuldigd worden. Ja. Nou, die laatste twee aspecten, in godsnaam laat u zelf nooit onterecht in uw cel zitten. Want als u dat overkomt, wat wil u dan? Ik denk dat iedereen wel begrijpt dat het niet prettig is om op te... Ja, maar dan moet je er ook... Dan moet je, U zegt het is belangrijker eigenlijk. Als het belangrijk is, dan moet je er ook geld voor aan. Ja, maar dan moet je de specialisten niet wegbezuinigen. Maar denkt u dat er onterecht mensen vastkomen als dit doorgevoerd wordt? Ja, natuurlijk. Wat denkt u? Als je door een of andere maloot wordt bijgestaan. En als er gewoon iets verkeerd wordt geadviseerd. Of als er iets niet gebeurt wat er had moeten gebeuren. Wat denkt u? Het is een heel precair rechtsgebied. En dan moet je op een hele precaire en zorgvuldige manier mee omgaan. Goed, denkt u dat de rechters hierover denken? Ik denk dat ze het niet leuk vinden, maar het is ons duidelijk. Maar het moet ergens vandaan komen. U zegt nu hier van nou ja, als we dan toch moeten kiezen, leuk is het niet. Maar dan toch maar eens kijken naar die malle regeling, slachtofferhulp. Dat zou nog meer kunnen. Ga eens praten met verzekeraars. Als uw overheid niet wil betalen,
Ga dan praten met verzekeraars en zorg ervoor dat iedereen zich kan verzekeren om bijstand te krijgen via een verzekeringsregeling. Nou, mevrouw Fieke, daar zijn we dol op. Mensen die niet alleen klagen, maar ook met oplossingen komen. Kijk, dat is fijn. U wordt hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Ja, en het volgende en nu een spandoek maken, toch? Oh ja, u ging nog iets ludieks doen, of niet? Nou, zo ludiek is het allemaal niet, maar we zijn... een liedje. Wat u onder ludiek... Nee, dat gaan we echt niet doen. Nee. Wij hebben onze opvatting van ludiek is... Nee, dat is gênant. Maar we zijn morgen wel en masse, hoop ik. Ik roep ook iedere strafrechtadvocaat op om te komen, maar die komen ook. Naar het Malieveld. We zijn en masse op de rechtbank Amsterdam. Kwart voor 11 komt het zien. Ja. Nou, ik weet niet helemaal zeker of wij het halen, want we gaan het maken dat laat vannacht. Doe onze polnieuws collega's. Veel succes. Sturen. Ja. Goed. Dag mevrouw Fiet. Slaap goed. Slaap lekker. Dag. Echte Jannen. Ja. Nou, onze hoofdgast wil geen Europese federatie, heeft inmiddels duidelijk gemaakt. We praten toch nog even door over Europa en wat er dan allemaal wel moet. Maar eerst toch ook even vragen, wat vind je daar dan van? Die strafrechtadvocaten die gaan staken om morgen. Dat is toch wel raar, hè? Iedereen heeft het recht om te staken. Maar ik denk dat het beleid... gewoon helder is. Dat wordt op dit moment ook gewoon geïmplementeerd en doorgevoerd. Ook advocaten hebben het recht om te staken. Kan Europa hier ook niet helpen? Goedkope Bulgaren als advocaat of een goedkope Pool zetten we er neer? Volgens mij, enerzijds heeft Europa nog veel te weinig vrijheid van diensten. Ja. Dus diensten over de grens kunnen aanbieden. Daarnaast zijn de rechtsstelsels natuurlijk wel nog zo anders... echt toekomstmuziek gelukkig is misschien. Maar verder geen enkel probleem. Goed beleid van Teven en door op ermee. Niet aanstellen jullie met je gezeur, met je 70 euro. Je doet het er maar voor. Uiteindelijk zul je ergens ook je geld vandaan moeten halen als overheid... als je moet bezuinigen. Moet je gaan kijken van waar haal je dat. En overal is kritiek op, overal is commentaar op. Ja, dat is een en ook bij, bij elke maatregel is er een groep mensen wel ontevreden. En ook hier. En dan leggen we het uit. Mijn collega Ad van de Steur is daar volgens mij heel actief ook mee bezig met advocaten. Om te kijken van hoe pakt dat nou uit. Maar ook gewoon wel duidelijk te maken. Er moet ook bezuinigd worden. Rafik, je komt toch met twee grappige alternatieven. Eén, de slachtofferhulp. Dan maar, er gaat toch veel geld heen, vindt zij. Vooral voorschot of voor schadevergoedingen. Die de dader dan niet kunnen betalen, zeg maar. En ze zegt, eigenlijk zou er een soort van verzekeringssysteem... ook in leven moeten worden geroepen voor strafrechtsbijstand. Want dat is er niet. Ja, dat tweede kan ik niet helemaal inschatten. Dat eerste, om juist die positie van de slachtoffer... zijn we enorm aan het versterken op alle gebieden. Daar waar vroeger het slachtoffer eigenlijk een beetje kind van de rekening was... proberen we die nu centraler te stellen. Ook hem af en toe wat te ontzorgen. Bijvoorbeeld als je van een kale kip kun je niet plukken. Ja. Dat een slachtoffer niet heel lang nog overal achteraan moet gaan leuren... om zijn schadevergoeding van een dader te verkrijgen. Zijn op allerlei wijze die slachtoffer... juist een sterkere positie in te geven, lijkt mij niet eerste om daar nu weer aan te gaan morrelen. Oké, duidelijk. Nou, Europa verder. U heeft zich laatst nog duidelijk uitgesproken over de eventuele toetreding van het prachtland. Zoals dat Andorra, maar als dat niet Albanië zijn. leg eens uit. U bent er geweest, hè? Ik ben er ook geweest. Dat moet niet hebben. Zomer, nee. Met geen enkele fantasie kan ik bedenken dat land klaar is. Niet wat ik op papier lees, maar ook niet wat ik zie daar. En ik denk dat het. Als je kijkt naar vier belangrijke criteria die we stellen: georganiseerde misdaad, corruptie, onafhankelijke rechtspraak. Dat zijn gewoon geen zaken. En waar... daarom hebben we wel Roemenië. Roemenië en Bulgarije, ben ik altijd heel eerlijk in... die zijn te vroeg toegetreden. Ten onrechte toen op dat moment. Dat was een meer een politieke keuze dan dat ze er klaar voor waren. Daar hebben we ook een zware prijs voor betaald, vind ik. Ik vind de frustratie die daarover in Europa, maar ook in die landen zit... dat moeten we voorkomen. Ik denk dat die te snelle groei van de Europese Unie... dat ook wel een van de redenen is waarom mensen sceptisch... waarom mensen boos zijn over wat er in Europa gebeurt. En die fout moeten we niet opnieuw maken. Hoe heeft dat dan nog zo langdurig? Want dat het ontspoort is, daar zijn we het dan kennelijk over eens. Maar dat blijft dan ook toch maar doorgaan. Hè? Dat is kennelijk toch moeilijk te stoppen dan? Dat is heel moeilijk te stoppen. De Europese Commissie stelt nu weer voor om Albanië kandidaatlid te maken. Ja. En... eigenlijk blijven die maar doorgaan met kijken waar je kunt uitbreiden, landen erbij te blijven betrekken. Maar we hebben eigenlijk twee zaken. Eén, een land moet er klaar voor zijn. Nou, dat is bij Albanië
naar mijn stellige overtuiging niet het geval. Maar de tweede criterium dat we ooit gesteld hebben is: Europa moet het nog aankunnen. En als je nu gewoon kijkt, Europa zit toch in een stevige crisis. Economisch, maar ook gewoon qua organisatie in Europa. Hoe we het allemaal organiseren. En op dit moment denk ik een pas op de plaats. Eerst de boel op orde in eigen huis. Dat op dit moment gewoon niet goed is om weer door te denderen op die toetreding. Want je weet ook dat het natuurlijk nog los van die dingen die je net noemt, dat ook landen zijn die nou niet echt zeggen: goh, jeetje mina, daar gaat de economie van Europa als geheel een waanzinnige impuls van krijgen. Nee, laat ik het heel aardig stellen. Ik denk dat ze Europa niet meteen sterker maken. Nee. Maar wat was dan het idee dat Roemenië dat wel zou doen? Is echt een politieke keus. Maar, wat ze in de vorig decennium hebben gedaan, in 2005 hebben ze 10 landen toegelaten. Daar zat Polen bij, Tsjechië. En daar zaten ook hele goede. Polen is bijvoorbeeld echt een succesnummer. Ja, een mooie muur heb ik gestuurd. Ja. De uitbreiding met Polen is uiteindelijk economisch ook van Nederland succesvol geweest. Toen waren Roemenië en Bulgarije niet klaar. En die zijn in 2007 toen, terwijl ze nog steeds niet klaar waren, alsnog toegevoegd. En dat is gewoon een politieke keuze geweest. En dat moet gewoon in de toekomst voorkomen. Er waren gewoon mensen die... Ja, dat moet gewoon. Ja, bijna een beetje van... We kunnen ze toch niet nog langer laten wachten, was toen het idee. En dat helpt ook zo'n land niet. Want dat leidt alleen maar tot frustraties. Er is een Oekraïne dan, wat er eigenlijk een soort van wordt... Bijna geblokkeerd door Rusland natuurlijk. En ook intern daar, ook vergeten maar niet doen gewoon. Oekraïne is voor ons geen kandidaat lidstaat, ook geen aspirant lidstaat, ook niet in de toekomst. Denkbaar. Oekraïne is wel voor ons natuurlijk een handelspartner. We doen 1,1 miljard euro aan handel met Oekraïne. Kijk, en dat mag. Het kan dus, hè? Het kan. Dat ze niet in de Europese... En toch, hè, dat ze niet bij Europa zitten. En daar hebben we een handelsverdrag voor gesloten, waar gewoon wel allerlei voorwaarden en dat soort dingen zitten. Dus je kunt met die landen die aan de grens van de Unie zitten heel goed zaken doen. Nou, pak je dan handelsverdragen, sluit je daarmee. Maar wat mij betreft geen toetreding, of wat ons betreft geen toetredingsperspectief. Ja, maar eigenlijk is dat een soort van zachtere manier om ze als het ware toch in je invloedssfeer te houden, zonder dat je ze hoeft toe te laten. Je kunt ook op elk moment zeggen van sorry, maar zie je niet verder op wat dan ook. Bij Oekraïne is dat wel heel belangrijk, omdat het voor ons ook een bufferstaat is met Rusland. En ook belangrijk dat ze niet exclusief in een Russische invloedssfeer zitten. En Oekraïne worstelt daar zelf ook wel af en toe mee. Maar hebben toch echt wel gekozen voor dat westerse perspectief. Dus ook onze waardennormen, ook onze manier hoe wij naar handel kijken. En dan kun je daar afspraken mee maken over hoe je dat doet. En dan noem je het prachtige woord bufferstaat. Daar weet ik er ook nog wel eentje. Onze Turkse vrienden, hoe zit het daarmee? Van de week een Nederlands-Turkse journalist levenslang opgesloten als het tegen zit. En die had dan ook in 7 jaar vastzitten, geloof ik, al 3 keer de Nederlandse ambassade op bezoek gehad. Ja. En Bram Vermeulen, correspondent, land uitgezet. Ja. Wanneer gaan we daar eens een streep onder zetten? Kandidaat lid sinds 1999 is Turkije. En je ziet eigenlijk sinds die tijd is er weinig echte voortgang geboekt. We praten sinds 2004. En zeker de afgelopen jaren zie je toch, dit laat het alweer zien, dat gewoon geen vooruitgang boekt. Er zit op dit moment in Turkije meer journalisten in de gevangenis dan in een land als China of in Iran. Ja. En dat zegt toch wel heel veel over de huidige stand van zaken in Turkije. Maar je ziet ook dat de steun in Turkije voor de toetreding, in Europa is hij niet groot, in Turkije is hij niet groot. Dat is opgelost. Ik denk dat uiteindelijk op termijn, ik zie het er nooit van komen. Ik denk dat ze nooit echt lid zullen worden, dat ze dat ook zelf uiteindelijk niet zullen willen en dat ook Europa het niet aan kan. En het zou goed zijn, want op dit moment praten we gewoon met elkaar. Dat kan geen kwaad. Nee. Je blijft in gesprek. Maar het zou goed zijn dat je op een moment tegen elkaar zegt van, is het niet goed om met elkaar tweezijdig gewoon te kijken naar alternatieven voor volwaardig lidmaatschap. Maar is Turkije stiekem ook al wel een beetje bezig om een beetje zoals Erdogan een vinger in de pap heeft hier. Want ik hoorde bijvoorbeeld van de week Üskün Ügül, die was bij... Eus, precies. Eus bij... Mogen wij hier ook weten. Dat we zijn naam niet kunnen uitspreken. Nee, daarom. Bij Paul Witteman. En toen zei hij dus dat toen hij over Turkije ging vertellen in dat programma, dat hij gebeld werd door een Turks Tweede Kamerlid. Om eventjes duidelijk te maken wat hij wel en niet kon zeggen. Dan gaat dus de arm van... Dat vind ik de arm van Ankara. Nog best wel ver, die reikt ver. Okay, ik heb dat fragment niet gezien, maar je ziet wel dat Turkije... Nee, ze lulden er ook overheen, Paul. Ja? Okay. Dat vond ik opvallend, maar... Ik heb dat niet gezien, maar je ziet wel dat Turkije zich nog altijd intensief bemoeit ook met de Turken in diaspora, in de rest van de wereld. En dat Turkije op allerlei gebieden niet bepaald een modelstaat is. Als je kijkt naar de rechtsstaat, naar de politieke ontwikkelingen.
Twee zaken zijn wel voor ons van enorm belang om Turkije wel te vriend te houden. Mm-hmm. Enerzijds zijn gewoon de economische belangen. We doen veel handel, 6,5 miljard met Turkije. En daar gaan veel mensen verdienen daar ook hun boterham aan. En het tweede is geopolitiek. Ze liggen op een hele belangrijke plek. Daarom zijn ze ook NAVO-lid. Ze liggen op een belangrijke strategische plek, ook voor Europa. Dus het is wel belangrijk om ze in de westerse invloedssfeer te houden. En je moet met elkaar gewoon eens afvragen van, moet dat nou per se met een volwaardig lidmaatschap? Zal dat er nou ooit van komen? Of kun je ook nog alternatieven bedenken? Ben je ook gebeld door iemand toen hij hier naartoe kwam van, dit moet je wel en niet zeggen? Nee, eigenlijk niet. Ook niemand uit Turkije? Nee, zelfs niemand uit Turkije die mij gebeld wat ik hier moet zeggen. Nee. Ja, dat zijn wel andere dingen, denk ik, of niet? Onze Patriots zijn natuurlijk nog gezellig in Turkije. Ze zijn eigenlijk hartstikke goed bevriend met ze. Maar dat brengt wel op het punt. Een paar weken geleden was Europese parlementariër collega Marie Schaken hier. En die hebben natuurlijk ook heel uitgebreid doorgezaagd over Europa. En die is, laten we zeggen, wat idealistischer over Europa dan jij, denk ik. Als ik het zo een beetje hoor. Maar we hebben haar ook gevraagd, van waar is Europa dan nog meer belangrijk voor? Toen kwam ze eigenlijk met, wat ik op zich wel aardig vond, Europese diplomatie. Hè? Wij zijn natuurlijk wel nog steeds gewend om, zeg maar, vanuit die 27 ambassades, min of meer zelfstandig, allerlei ambassades en dingen open te houden overal. Maar natuurlijk ook landje voor landje onze invloed proberen te doen kelden. Zou dat nou inderdaad met een land als Turkije voor ogen niet een verschrikkelijk handig ding zijn om daar gewoon één Europese ambassade in Ankara neer te zetten? Nee, volgens mij is het wel lang. Is Europese diplomatie als idee gewoon een goed idee? Nee, zolang we zelfstandige, onafhankelijke landen zijn, samenwerkend in een Unie van 28, maar zolang we gewoon Nederland, en dat is ook echt wel mijn keus, ook voor de toekomst, Nederland als soeverein zelfstandig land, moet je ook internationaal wel zorgen dat je eigen posities veilig stelt, je eigen belangen veilig stelt. Kun je daar niet beter op samenwerken op sommige gebieden? Ja, natuurlijk. Op sommige terreinen kun je goed samenwerken. In sommige landen waar wij niet vertegenwoordigd zijn, is het goed dat consulaire zaken met elkaar worden gedeeld in Europa. Laat ik anders vragen. Maar ik ben niet voor één Europees buitenlands beleid bijvoorbeeld. Dat is echt een brug te ver. En als defensie? Defensie kun je heel veel samenwerken. Maar uiteindelijk bijvoorbeeld de bevoegdheid om militairen naar een missie te sturen, zou ik niet op Europese schaal willen leggen. Uiteindelijk, militairen vind ik dat gewoon een nationale bevoegdheid. Onze militairen die gaan voor dat Nederlands belang uiteindelijk ook vechten. En dan moet je als nationale volksvertegenwoordiger. Dus Europees defensiebeleid enorm voorstander van. Daar kun je heel veel winst nog behalen. Bij allerlei zaken samen trainen, samen inkopen, samen niche-capaciteiten met elkaar uitwisselen. Maar uiteindelijk op het einde van de dag, het buitenlands beleid en ook het uitzenden van militairen, dat soort zaken, is gewoon een nationale bevoegdheid. En dat zal het ook blijven. Ja, dus ook niet een economische vuist maken naar landen China als Europa. Als het grootste. Buitenlands beleid, ja, we nemen het even wat politiek. Maar het heeft maar handel, alles te maken met handel. Hè. Handel kun je niet los van elkaar zien. Altijd. Handel is wel een exclusieve bevoegdheid van. Want dat wil je ook niet dat alle landen dat apart gaan doen. En ook als Nederland bij China komt van ik wil een handelsverdrag. Nou, dan krijg je wel een kopje thee, denk ik. Maar geen goede voorwaarden. Als je dat als Unie met z'n 28e, zijn we toch de grootste economie van de wereld bij elkaar opgeteld. Dan kun je echt een vuist maken. Dat doen we nu in ook een handelsverdrag met Amerika. We proberen gewoon als Europa één handelsverdrag met Amerika. Nou, dan kun je echt gewoon ook een vuist maken. Dus op handel is Europa bevoegd en dat is ook goed. Dat is echt gewoon een meerwaarde ook van Europa. Ja. Echt op buitenlands beleid. Van hoe verhoud je je nou tot andere staten in de wereld? Als we dan immigratie er even bij pakken. De hele toestand met de Lampedusa-boten. Wat vind je daar dan van? Immigratie, asiel, echt een taak waar je ook als Europa, omdat je de binnengrenzen... Dat weer wel. Dat heeft niks met handel te maken. Ja. Dat heeft niks met handel te maken. Dat heeft met veiligheid en buitengrenzen. En als je de binnengrenzen vervaagt met elkaar, moet je zorgen dat je sterke buitengrenzen hebt. En dan moet je ook samen, dat doen we ook met Frontex bijvoorbeeld, samen verantwoordelijkheid voor nemen en sterke buitengrenzen maken. Oké. Ja. We zitten toch een beetje nog over na te denken. Want inderdaad, die binnengrenzen, dat hele verkeer, dat gaat dat nou lekker, vind je? Het vrije verkeer, want we krijgen dus nu weer inderdaad de Roemenen en de Bulgaren en alles. En hoe moet dat nou? Dat vrije verkeer in Europa, dat is een groot goed. Daar profiteren we ook met z'n allen. Komen er ook dingen terug? Van. Bijvoorbeeld geld, wat er aan subsidies naartoe is gegaan. Krijgen we dat ooit nog een keertje terug? Ja, we gaan vooral mensen komen er terug. Uiteindelijk als het... Vanuit Roemenië al dat geld dat we daar naartoe hebben gebracht van toeslagen en dergelijke.
die, oh, die kwijt zijn. Krijgen we dat nog een keer terug? Die, oh, je bent de toeslagenfraude verhippig. Ja, heb je daar niet over? Daar zijn genoeg heel veel debatten over geweest. Die vorderingen, dat is altijd de vraag. Voor 50% haal ik het op. Of je die nog ooit terugziet. Maar dat geldt ook over structuurfondsen die daar naartoe zijn gegaan. En wat dat betreft zijn we ook weer de afgelopen jaren gelukkig wat van onze naïviteit kwijtgeraakt. Oh ja, we moeten ook in Europa mag wat kosten, hè? ja. Ja, dat is toch... We moeten het toch gewoon echt... Nou, daar misschien moeten we een Peter iets op richten. Jammer, ik voel je hier het opwinden. Ja, dat kan niet meer. Het is vlak voor het nieuws van 1 uur. Net voor nieuws word ik kwaad. We praten zo verder met Mark Verheijen van de VVD. En we gaan nu naar het nieuws van 1 uur. Want dat is het namelijk. Eén uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Syrische leger heeft in een jaar tijd zeker 56 aanvallen met brandbommen uitgevoerd. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch na onderzoek. Een van die aanvallen was gericht op een school in de provincie Aleppo. Daarbij vielen 37 doden. Bij de aanvallen met bijvoorbeeld witte fosfor raken veel mensen gruwelijk gewond. Een arts vertelde over een jongen wiens lichaam voor 90% verbrand was. Alleen zijn ogen bewogen nog. Hij overleed voordat hij naar Turkije kon worden overgebracht. Human Rights Watch vindt dat de internationale gemeenschap Syrië onder druk moet zetten om de brandbommen niet meer te gebruiken. Gemeenten krijgen vanaf 2015 meer geld dan gepland voor de psychische hulp aan jongeren en hun ouders. Het budget gaat van 700 miljoen naar 850 miljoen euro, schrijft staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer. In 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd GGZ. Ze krijgen daarvoor geld dat nu nog naar de zorgverzekeraars gaat. Uit navraag bleek dat het om veel meer geld gaat dan het kabinet had berekend. Dat komt vooral doordat niet alleen kinderen en jongeren worden behandeld, maar vaak ook hun ouders. En ook voor die behandelingen worden de gemeenten verantwoordelijk. In de Ziggo Dome in Amsterdam zijn de MTV Europe Music Awards uitgereikt. De prijzen gingen onder andere naar Katy Perry, Justin Bieber, One Direction en Beyoncé. Grote verliezer was Justin Timberlake, die ondanks 5 nominaties geen enkele award kreeg. Ook de enige Nederlandse kanshebber, Afrojack, viel buiten de prijzen. Lionel Messi is opnieuw geblesseerd geraakt. In de uitwedstrijd van Barcelona tegen Betis Sevilla moest de Argentijnse wereldster naar de kant met een blessure aan de linker hamstring. De komende dag wordt bekeken hoe ernstig die blessure is. Messi is dit jaar al vaker geblesseerd geraakt. Onder meer in april tijdens een Champions League duel tegen Paris Saint-Germain. Mede daardoor verloor Barcelona in de halve finale kansloos van Bayern München. Het weer, vannacht blijft het droog. Temperatuur lokaal rond het vriespunt en er kan mist ontstaan. De dag begint droog, later gaat het af en toe regenen. Het wordt 8 à 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en de Kabouter. Welkom terug bij de Echte Janne, de radio van Pound. Ik ben Janne Heemskerk. Ja, en ik ben dus de Kutkabouter. Ja. Beeld heb je op echtejanne.nl en de hashtag op Twitter is, nou wat denk je? Echte Janne. En je kunt ook bellen, maar je krijgt wel de voicemail op 06-3000-9009. Doet iemand dat ooit eigenlijk? Ja. Ja, het is heel leuk ook wat je dan hoort. Het zijn meestal dezelfde mensen die we bij het geleuter liever willen mijden. Ja, de mensen die ons dood in de kampen willen en dat soort... Precies. En daar is die voicemail voor. Dan kunnen ze toch een ei kwijt. Het is een soort service naar de mensen toe. Precies. Soort, ja, oké. Okay. Ja. Een soort sekslijn voor een wonderlijke afwijking. Ja, en vermaken wij ons dan tijdens een biertje bij. Helemaal zo. Luister dat af. Vind ik leuk. Goed. Ja. We gaan verder praten met onze hoofdgast, die behalve EU-kenner en woordvoerder natuurlijk ook gewoon zomaar Tweede Kamerlid voor de VVD is. En we kunnen de gelegenheid niet missen om hem te vragen of hij helemaal gelukkig is met de koers van de partij. Mark Verheijen, word jij als VVD'er niet een beetje zenuwachtig als je over rechts wordt ingehaald door het CDA? Zelfs dat mensen van het CDA het zelfs opvalt? Nee, daar word ik niet nerveus van. Wij nemen op dit moment, klinkt dat zo mooi, onze verantwoordelijkheid. Ook voor moeilijke zaken. Het CDA heeft dat niet gedaan. Dat is hun goede recht. Maar ook wanneer er akkoorden moesten worden gesloten, zegt het CDA, laat de beker aan mij voorbij gaan. Nou, dat vind ik een verschil. En wij zitten er niet dagelijks in de Kamer om goede peilingen te hebben of te kijken naar de volgende verkiezingen. Nee. Wij zitten in de eerste plaats om te doen wat we denken dat nodig is. En als gevolg daarvan hoop ik dat de kiezers zeggen van ja, de VVD heeft ons uiteindelijk toch wel, het was moeilijk, maar uiteindelijk toch wel uit die kiezer gehaald. Daar heeft het toch vooralsnog nog niet echt schijn van.
Nou ja, ik denk dat, nu met het herfstakkoord. Het was natuurlijk geen. Het kabinet zit nu een jaar. Het was natuurlijk geen leuk of geen makkelijk jaar. Nee. Maar nu met het herfstakkoord heb ik wel het idee dat de politieke rust terug is. Ik hoop dat zich dat ook vertaalt in toenemend vertrouwen. Je ziet dat op de huizenmarkt. Ik hoop het straks ook bij de inkopersindex, zoals dat heet, bij de consumentenvertrouwen. En ik denk dat als die economie ook in Nederland straks weer gaat groeien, dat Nederland ook weer goed voor staat relatief. Ik dacht al een beetje dat je dat zou zeggen. Want ja, de enige wat dit drama natuurlijk nog kan redden is dat er straks een klinkende economische groei. Dat de VVD kan zeggen, nou ja jongens, jullie hebben het nooit in ons gezien. Maar kijk eens aan, 5% groei, dit. Het is niet erg, we zijn niet boos dat jullie ons al het verloren hebben, maar... Nou, twee zaken. Ik denk economische groei. Natuurlijk is dat waar we op koersen, dat we ook gewoon wereldwijd weer de concurrentiekracht hebben. Maar twee, dat als die economische groei er is, dat de overheid ook niet door haar hoeven zakt. Dus dat we wel ondertussen zorgen dat in deze crisistijd niet die staatsschuld oneindig oploopt. Dat Nederland niet die AAA-status kwijtraakt. Want die is toch echt wel belangrijk internationaal voor we zijn in ieder geval hoe wij ons kunnen financieren. De economische prognoses van Europa zijn dus nog slechter dan die van eigen bodem. Hè. We doen nauwelijks mee. Nee, we zitten sterker nog, we ontwikkelen ons onder het Europees gemiddelde. Ja, Europa was erg pessimistisch. We zullen volgend jaar moeten zien wat dat wordt. Maar uiteindelijk doen we twee dingen. We hopen dat we Nederland weer klaarmaken voor de toekomst. En uiteindelijk, voor als die economische groei komt, dat Nederland ook weer meteen internationaal klaar kan staan. Maar voor de verkiezingen, toen hadden jullie een plan. En wist jij toen al dat het zo'n beetje volledig zouden gaan draaien nadat jullie in het kabinet zouden komen? Of dat is toch een beetje een verrassing voor jullie ook nog. Ja, maar dacht jij ook van, wat maak je me nou zeg? Daar hadden we toch niet afgesproken? Ja, ik denk, ik ken natuurlijk alle beeldvorming, ik zie alles. Maar ik denk dat er veel ook van ons verkiezingsprogramma wel gerealiseerd is. Twee zaken, wij hadden voor de verkiezingen niet bedacht dat wij met de PvdA gingen samenwerken. En twee, de economische situatie is na de verkiezingen ook wel snel slechter geworden. Waardoor je ook een aantal maatregelen uit verkiezingsprogramma snel aan de kant kon leggen. Zoals die 1000 euro. En uiteindelijk... 1000 euro zal me nog een zorg wezen. Maar... Nou, ik had die 1000 euro wel lekker gevonden. Ja, maar goed. Daarom heb ik gestemd op de VVD. Want ik wilde gewoon 1000 euro cash in het handje. Ja, daarom. Dat was niet slim. Dat was niet slim. Maar uiteindelijk hebben wij één kernbelofte gedaan. Is dat wij halen Nederland uiteindelijk uit die crisis. En daar moeten mensen ons straks ook bij de volgende verkiezingen op afrekenen. Dus ik snap ook heel goed... Nou, ik snap ook heel goed dat mensen zeggen van laat het maar zien. Dat mensen ook af en toe wat chagrijn in zich hebben. Ik geloof dat straks al bij die gemeenteraadsverkiezingen, maar zeker bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen, dat wij wel kunnen laten zien van we hebben verantwoordelijkheid genomen. We zijn niet aan de zijlijn gaan staan. En Nederland is weer uit de crisis, maar ook weer op orde. Maar ik ga je nou een hele gekke vraag stellen. Ja. Is het denkbaar? Is het denkbaar dat het kabinet de verkeerde koers zit? Dat het gewoon dat het niet klopt wat dit kabinet denkt. Dat met alle goede bedoelingen die jullie ongetwijfeld hebben, dat je het gewoon mis hebt. Ja, dat zou toch kunnen? Dat is denkbaar. En is het dan ook denkbaar dat je dan gewoon op een mooie dag denkt, dat Mark Rutte, jullie grote leider, op een mooie ochtend denkt en of die met jullie zit te praten en zegt, jongens, ik weet niet, maar vannacht ik schoot wakker. Ik denk, we doen het verkeerd. Ja, nee, als prominente, we hebben het in een show gehad, Joshua Lievenstro, die hier bij ons zegt van, ik verscheur hier mijn lidmaatschap van de VVD, want ik herken me daar als liberaal totaal niet meer in. En ik ben niet de enige. Dat kan niet roepen. Weet je trouwens wie de anderen zouden kunnen zijn? Die het ook niet meer leuk vinden. Die dat roepen? Ja, die dat vindt. Oh. Nee, ja, maar wat natuurlijk is alles denkbaar. Ik vind ook als politicus prachtig zijn als het nou gebeurt. Als je zegt van, joh, want ik geloof dat de alternatieven, en ik zie af en toe economen ook wel eens een soort sirenes in de zee staan van, kom nou deze kant op. Maar uiteindelijk is dat volgens mij geen vaste grond onder de voeten. Is dat niet de juiste manier, hè? Door nu meer geld uit te gaan geven. Je gelooft dat echt? Wat ik bedoel, dat vind ik dan in ieder geval nog een consistent standpunt. Ik vind, als een politicus, ik vind, je moet af en toe ook laten zien dat je twijfelt. En die twijfel uit zich dan ook dat je open staat voor kritiek. Dat je het gesprek aangaat. Maar ik geloof uiteindelijk, natuurlijk met alle twijfels en overpeinzingen, dat elk alternatief voor de koers die wij varen slechter is. Op lange termijn
voor Nederland. Dat we, als we uiteindelijk die wereldeconomie gaat aantrekken, dat Nederland dan niet meer mee kan. Nou, we doen het zo half bakken, want dan is het prima. Als je zegt, nou ja, we moeten een kleinere overheid, de euro's moeten weer rollen, maar we kunnen niet als een dollar gaan uitgeven. Nou, dan denk ik dat iedereen, eigenlijk het vertellen wat het CDA nu aan het vertellen is, dat snapt iedereen. Ja. Maar waarom dan toch die eeuwige lastenverzwaring? Dat is toch in tegenspraak? En dan kun je zeggen, ja, dat krijgen we gratis bij, want de mensen nodig met de PvdA. Ja, maar dan ben je toch jezelf aan het verloochenen. En dat krijg je toch nooit meer goed gepraat. Maar uiteindelijk op korte termijn is het heel lastig. Want de echte grote uitgaven zitten natuurlijk in sociale zekerheid en zorg. Dat zijn ingewikkelde stelsels. Wil je daar, want natuurlijk alle andere uitgaven moet je kritisch bekijken. En daar snijden we ook in. Maar de twee grote zaken die ook gewoon nog voortdurend expanderen, dus voortdurend groeien, zijn sociale zekerheid en zorg. En met alle respect, die kun je niet van de een op de andere maand, en zelfs niet van de een op de andere jaar, kun je die geheel zegt, het heeft niks te maken met het feit dat we met de verkeerde partij in zee zijn gegaan. Ja, dit hadden we anders ook gedaan. Natuurlijk een aantal keuzes daarbinnen van hoe ga je nou die lasten verdelen. Natuurlijk, daar zit ook echt PvdA in, daar zit ook die compromissen in. Ja, maar je zegt geen ander alternatief. Was een ander alternatief een andere coalitie? Ja, dat kon niet natuurlijk, maar ik bedoel, als je behalve dat je zegt alleen maar VVD, maar... Wij doen met verkiezingen mee onder de belofte van dit is ons programma als we 76 zetels halen. Maar toen, die haalden we niet. Nee, je zag de uitslag, toen dacht je wel, kut. Nou ja, dit zag je eigenlijk de dagen van tevoren al. Ja. En dan moet je compromissen gaan sluiten. Enerzijds die je wel kunt uitleggen. We zijn geen burgemeester in oorlogstijd die zegt van ja, dit is vreselijk, maar we voeren hem maar uit. Nee, we hebben compromissen gesloten. We gaan dat ook uitleggen. Het alternatief, de rekening maar voortdurend te laten oplopen, is voor ons gewoon geen alternatief. Nee, en natuurlijk, bij die lastenverzwaringen die er zitten in dit kabinet, kun je natuurlijk de discussie hebben van, leg je die nou op de juiste plek neer? Je moet er ook wel een klein beetje lachen als we heel blij worden gemaakt met 2,5% minder op de hoogste schaal over 5 jaar. Misschien een klein beetje tegelijk. Of ja, volgens mij is dat gewoon de teruggave van de hypotheekrente aftrekbeperking die we neerleggen. Ja, dus dat is een heel technische discussie. Daar is niet zo heel technisch hoor, dat snap ik best. Maar dat is toch niet iets om nou op te gaan trommelen en te zeggen, nou kijk eens, nu maken we alles goed ineens. Nee, toch? Nee, volgens mij is daar ook niet voor bedoeld. Het is wel, ik vind een hele goeie, hè, want dat hebben we ook steeds gezegd. Ja, alle kleine beetje hypotheekrenteaftrek gaan we iets anders inrichten, maar dat wordt weer teruggesluist in lagere tarieven. Nou, dat doen we nu. Welk compromis doet jou het meest pijn? Nou, uiteindelijk zit er in de belastingzaken een aantal dingen die ons pijn doen. Accijnsverhogingen. Ik kom zelf uit de grensstreken. Dat doet pijn. Dat zie je ook gewoon. Dat is ook heel tastbaar. Dat zijn wel dingen die we niet zouden doen. Is ook geen oplossing, denk ik, hè? Ik heb de oplossingen niet. Ik bedoel, die accijnsverhoging is ook geen goede oplossing. Want je zegt al, het doet pijn, dus je bent er ook niet mee eens. Hoor u zeggen dat u het niet mee eens bent? Kijk daar. Dus, ja, het ANP-momentje is aangebroken. Ja. Dus ik begrijp dat u het niet eens bent met de... Ik sta daarachter, maar ik zeg wel, dat zijn dingen die pijn doen. Die ook gewoon concreet ondernemers in die grensstreken pijn doen. Ja, en het lastiger maken. Weet je wat mij nou zo'n pijn doet? Dat jullie eigenlijk gedoogpartners nodig hebben om een paar dingen teruggedraaid te krijgen die jullie eigenlijk zelf ook willen. Dat vind ik nou pas pijnlijk, lijkt me dan. Maar dat, zo werkt ook compromissen sluiten. En zo werkt een stelsel waar het niet is the winner takes all. Dus geen land als Amerika of Engeland. Maar als je gewonnen hebt, heb je de meerderheid en kun je aan de slag. Ons land werkt anders en sluiten we compromissen. Deze stellen we bijna elke week. Moeten we dan niet een keer een kiesdrempeltje opwerpen? Ik vind over een kiesdrempel, dat wil nog steeds niet zeggen dat je een winner take all hebt. Maar kiesdrempel vind ik een hele redelijke discussie. Hij past niet in de Nederlandse traditie. Het is toch echt een traditie van elke minderheid moet gehoord worden. En moet betrokken worden. Maar ik vind het een heel terecht debat als we af en toe gaan kijken. Want ik denk dat een deel van de onvrede van mensen ook zit in de manier waarop we ons land besturen. Dat ze denken van de daadkracht is uit het systeem. Okay. Ik vind dat wel een heel terecht debat voor de komende tijd. Ja, nou precies. De minderheid die zwarte wiet kwijt wil ook en zo. Hè? Ja. Blijft in de gang. Mark Verheij, mag ik je ontzettend bedanken voor je komst en voor je inspirerende woord. Graag gedaan. Nou, dan gaan we heel even wat anders doen. Want Zwolle en Twente gelijk. Ajax wint weer eens. Koeman gelijk tegen Advocaat. PSV verliest gewoon. Vitesse soeverein bovenaan. Op naar Leo Driessen. Sporten. Met Leo. Leo Driessen.
Een hele goede nacht, Leo Driessen. Een hele goede nacht, Jan. En een hele goede nacht, Jan. Ja. Ha, en vanaf deze plek toch van harte beterschap, Jan. Echt. Ja, ja hè. Nee, maar ik, dat voelde wel dat je dat zou zeggen, hoor. Ja. Ja, god, ja, zo'n jongen toch, hè. Wat doe je eraan? Hey, nou, Leo. Ja. De directie heeft mij dringend geadviseerd om dit even te roepen. Ja, oh, nee, je hebt groot gelijk. Hey, en luister eens. Ja. Nou, geef me even lucht aan je gevoelens dan. Nee, ik bedoel, ja. Even een moment. Voor een schoolziek en zo, weet je wel, dat soort dingetjes. Nee. Zo nee. Is onze Jan niet. Zo is, dan nee, ken je Jan echt niet goed genoeg, nee. Hoor. Nee. 80, 90 uur doet hij voor ontbijt per week. En nou ja, en voor de rest, dit is echt niet te geloven. Ik denk gewoon dat de man zich heel even een weekendje heeft opgeblazen. En dat komt helemaal goed, Leo. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus we gaan vandaag gewoon even. Je gaan we gewoon op de inhoud. Ja, nee, dat doen we toch altijd. Oh ja, alleen. Melba bedoelt dat er deze week niemand doorheen schreeuwt. Ja. Nee, niemand afzeiken. Jammer dan. Nee, je mag jammer afzeiken. Mij dus noods ook, als je het echt heel graag wil. Ja, maar ja, jullie zijn meestal wel goed voorbereid. Ha, ik leg even druk op. Ja, ik wil net zeggen. Dat nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb, dat was wel grappig, op internet heb ik de laatste 10 minuten van een heleboel wedstrijden gevolgd. En dat is best wel spannend als je helemaal niet zit te kijken, maar alleen wacht tot het moment dat het kleine stickertje in beeld komt afgelopen. Okay. Oh, je was teletext-hooligan. Ja, en met name dan natuurlijk NAC tegen PSV. Zo. Want dat was toch nog wel een redelijk bloedstollend spannend. Nou. Althans, omdat je die minuten maar voorbij zag tikken en ze gingen tot 90 plus 5. En ik zat alweer te gillen in de kamer van, ja. Zie je wel, die scheidsrechter hebben weer televisies gekregen. Dat wat je vroeger nou, altijd zei, weet je wel. Leo, ja, wat ik... Nou, dan was het maar goed dat je gisteren niet een fan van West Bromwich Albion was. Oh. Dat hebben we dan niet gezien. Nee, maar dan, wat was er mee? Nou ja, West Bromwich, die leek een geschiedenis te schrijven. Want die speelde een uitwedstrijd bij Chelsea. En sinds Mourinho daar in twee keren de trainer is, heeft Chelsea nog nooit thuis verloren. Zo. En nu was het, gisteren stonden ze in de 95e minuut echt nog met 2-1 achter tegen West Brom. En toen kwam de scheidsrechter nog even te hulp. Die gaf een penalty. De meen je? Echt belachelijk. Werd het nog 2-2, ja. Ja, dat is toch wel wat. Hè? Dat was natuurlijk sowieso van de week ook weer aan de hand. Hè? Dat werd toch ook weer gerefereerd aan de penalty. Waarom was dat ook alweer? Aan de penalty die Milan kreeg tegen Ajax. En dan was er een andere wedstrijd waarin die penalty dus niet gegeven werd. Terwijl die wel gegeven had moeten worden. Matchfixing. Ja, nou, nee, ja, maar meer dat clubs die, ik bedoel eigenlijk meer, jammer, dat clubs die dan, weet je, de wind toch altijd, de duivel scheidt altijd op de grote hoop. Ja. Dat bedoel je toch, Leo? Hey, maar nou ja, in dit geval zeker. Kijk, die van Ajax was gewoon niet zo slim van de Hoorn. Die hield even vast, dat was niet zo heel erg slim. Maar gisteren was gewoon echt niks aan de hand. En daar kreeg je echt inderdaad de indruk, die scheidsrechter is blij dat hij wat terug kan doen. Ja. Want er was nog wel wat protest bij die goal van West Brom. Daar was dan weer een overtreding aan vooraf gegaan. En daar was Mourinho ook heel pissig over de afloop. Nee, maar het was meer in het kader van, je zal maar als West Brom fan thuis hebben gezeten voor de Engelse teletext en in de 95 minuten gedacht hebben, haha, that's in the pocket. En niets. En dan toch niet. Nee, maar goed. Maar wat heb je gezien eigenlijk? Waar ben je live geweest deze week, Leo? Ik ben bij Ajax geweest. En bij Ajax. Maar toch bij PSV. Ja. En die Nagels, ja, maar dat was donderdag voor de Europa League. Ja, maar wat ik wel grappig vond, want ik heb je column gelezen, Leo. Ja. Ja. Ook nog maar her. Ja. En viel me op. Jij was natuurlijk en terecht te spreken over PSV. Ja. Maar vandaag niet meer, neem ik aan. Nou ja, vandaag moet ik nog even terugzien, maar de resultaat is natuurlijk weer gewoon, niet goed. En, maar ik denk dat we ons daar nou maar niet meer over moeten verwonderen. Ik heb wel inmiddels, begrepen dat PSV wel goed gespeeld heeft, maar doodeenvoudig. De kans is niet benut. Ja, zo simpel kan het ook zijn. Hè. Ja. De boer was wel... Donderdag wel mooi om te zien dat hij Maher eindelijk eens deed wat hij nou moest doen. Niet je ergeren aan alle toestanden eromheen, maar gewoon lekker voetballen. Ja. En doen wat je goed kunt. En als hij dat doet, als hij dat kan opbrengen, dan heeft PSV en hebben wij er ook allemaal veel plezier van. Het is gewoon natuurlijk een uitstekende voetballer. Ja. Hey, was je ook zo blij over de epische overwinning van Ajax op het altijd gevreesde Celtic? Ja, nou ja, ik bedoel, van Celtic winnen, dan moet je natuurlijk ook weer niet de vlag gaan buiten hangen en denken dat je het lek boven hebt. En nee, al die jubelverhalen over
Met name een jongetje als Joël Veldman. Die heb ik dan vandaag ook weer mogen zien. En chapeau, want het is gewoon een uitstekende voetballer. Maar nu heeft hij, is hij terug van een langdurige blessure. Heeft hij wat wedstrijden in de tweede gespeeld. En heeft hij twee goede wedstrijden gespeeld in het eerste. Maar wel, met alle respect moet je dit dan ook bijzeggen natuurlijk. Hè. Maar, maar daar komt het, hè? NEC is niet de top, hè? Nee. Maar hij laat zien aan de bal en de manier waarop je ingrijpt, dat heeft het niet hoor. Want dat deed hij vandaag ook weer tegen NEC. Hij wacht en hij wacht en dan ineens haalt hij de bal van de voet van de tegenstander af, weet je wel. Het is niet eens een ingreep, het is gewoon heel goed het moment weten in te schatten. Van nu moet je ingrijpen. En dat heeft hij wel, dat is wel een kwaliteit. Dus wel terecht dat, Van Gaal hem ook meteen selecteert. Ja, dat begrijp ik wel. Kijk, dit is de fase waarin Van Gaal nog kan experimenteren. En hij zei zelf ook, ja, het is, hij gaat niet beginnen. En het is meer om te zien dat hij eraan kan wennen hoe het er bij het Nederlands elftal aan toe gaat. Ja, daar zijn de komende twee vriendschappelijke wedstrijden natuurlijk uitstekend geschikt voor. Om bepaalde spelers nog een keer een kans te geven. En ze te laten wennen aan Oranje en wederzijds. En andersom natuurlijk ook aan Van Gaal zien wat voor... Ja, want dat ding is natuurlijk wel, het heeft wel een soort van... Als je twee wedstrijden goed speelt, dan hoor je er meteen bij. Want dat op zich krijg je natuurlijk meteen die Virgil van Dijk van Celtic ook wel gaan halen dan. Nou, daar is hij niet zo van gecharmeerd. Nee, als je de geschiedenis nog terugkijkt, dan zie je dat Virgil van Dijk... In de tijd van Jong Oranje, dat hij geselecteerd kon worden van Jong Oranje. Toen Cor Potta nog de... Van Gaal daar de supervisie over had, is hij ook nooit geselecteerd voor Jong Oranje. Ik denk dat Van Gaal niet zo een fan is van Virgil van Dijk. Goed. Nou, wat denk je trouwens dat... Geldt natuurlijk ook hetzelfde voor. Hij speelt goed bij Celtic, maar heb je wel eens die competitie van Celtic gezien? Dat is ook niet zo moeilijk, hè? Nou ja, daar is Glasgow Rangers uit verdwenen. En dat was eigenlijk de enige serieuze wedstrijd die Celtic in de eigen competitie moest spelen. Ja. Want de rest van de clubs... zitten echt niveau onderkant Eredivisie, bovenkant Jupiler League in Schotland. Dus. Hibernian, zoals het team. Ja, zeker. Mooie namen. Ja, prachtig. En Caledonian Thistle en noem het allemaal maar op. Hey, maar Leo, even over Oranje nog. Wat denk je dat ze gaan doen tegen de Japaner en de Colombianen? Nou, dat... Ik moet het even vragen, dat weet je toch. Nou ja, als je het belangrijk vindt dat je op die wereldranglijst nog wat punten pakt, dan kan dat tegen deze twee tegenstanders, want met name tegen Colombia, die staan heel hoog, kun je nog wat bonuspunten pakken. Dus mocht je dat winnen, kun je dat dan weer een gunstige positie voor de loting voor die WK. Nou, dat gaat nog steeds door. Ja, de posities kunnen daar in deze wedstrijd ook nog mede bepaald worden. Maar dat was deze week toch wel weer ook dat Oranje tegen Hongarije, dat het matchfixing was? Ja, die 8-1. Van Gaal boos, hè? Van Gaal is kwot. Van Gaal terecht boos, want de vraag wordt gesteld, maar Van Gaal zegt terecht, van, er is onderzoek gedaan naar die wedstrijd, want kijk, niemand loopt meer te slapen. Bij de FIFA niet, bij de UEFA niet, en bij instanties die er wat aan kunnen doen niet. Die zijn echt wel in gang. Want het is heel moeilijk om te achterhalen of er aan matchfixing wordt gedaan. Maar je kunt wel meteen iets vaststellen. Is er tijdens die wedstrijd buitensporig gewet op de wedstrijd Nederland-Hongarije? Nou, dat is niet zo. En dus kun je al wel concluderen... Ja, slaat het nergens op. Dat het wel veel minder waarschijnlijk is dat er aan matchfixing gedaan wordt. Nee, bovendien konden die Hongaren konden ook nog gewoon verder. Dus is het een headset tegen Van Gaal van de Telegraaf? Laat ik het anders zeggen. Ja. En komt dat door Cruijff? Maar daar komen ze ook rond vooruit, hoor. En Van Gaal ook echt. Ja, dat houdt elkaar ook wel een beetje scherp. Is toch maar leuk ook? Ontegenzeggelijk waar. Dat, en met name, ik heb wel bijvoorbeeld collega Valentijn Driessen. Die heb ik hoog zitten. Dat is echt een hele goede journalist. En tegen hem kun je ook wel zeggen: van, hey, ik heb het weer gelezen, hoor. Het zinnetje over Van Gaal. En dan begint hij te lachen. Maar het is natuurlijk wel zo dat bij de Telegraaf in algemene zin. Er is natuurlijk een standpunt ingenomen al een paar jaar. Hè. De fluwele revolutie is min of meer opgeschreven in het grootste blad. En daarin heeft Van Gaal, zeker in de ogen van de Telegraaf, natuurlijk een rol gespeeld die zij bedenkelijk vinden. Ja. Hè, dus achter de rug van Cruijff benoemd worden. We kennen die hele geschiedenis. Ja. Dat was ook wel een beetje zo natuurlijk. En dat komt altijd terug. Ja, hè? Dat gaat niet over, hè? Nee. Dat gaat niet over. En ze staan in de houding, maar Van Gaal presteert zo boven verwachting goed met het Nederlands elftal. Zit is dat, hè? Ja, dat wapengekletter vooralsnog uitblijft. Maar krijgen ze even de gelegenheid,
Dan gaat het mis. Ja, dan hazen. Hey, Leo, nog even de competitie. Hebben we nog iets gemist dat je ons nog even wil vertellen? Want voor de rest was het weer verrassing. Ja. Ajax is de winnaar van het weekend, maar dat zegt ook niks. Ik wil wel even een oproepje doen richting Louis van Gaal. Ik weet dat het vergeefs is en het ook nog wel eens averechts werk. Maar hij luistert altijd, hoor. Ja, dat weet ik. Ja, en anders dan... want overigens, kijk, hoe laat is het nu? Het is tegen 2:30. Ja. Ja, om over een half uur dan maakt hij in Noordwijk zijn vrouw wakker, hè? Ja, dat klopt. Altijd zo rond 2:00 en dan zegt hij... Weet jij wel, maar wie jij ligt? En dan zegt ze, dan moet Truus zeggen, ja, dat weet ik, Louis. En dan, dan slaapt ze weer verder. Hartstikke goed. Maar je ging een tip geven, ja. Even een oproep. Kijk, hij heeft er alles onder Louis een enkele keer bij gezeten, maar hij heeft die klaplong gehad. Dan weet je over wie ik het heb. Ik heb het over Siem de Jong. Dat hij nu niet geselecteerd wordt, snap ik. Want hij is nog op de weg terug en is niet helemaal fit. En het is ook niet de topspeler die je meteen... Maar ik zou hem onherroepelijk meenemen naar Brazilië. En wil je hem nog even uitleggen waarom? Voor de gezelligheid. Omdat hij multifunctioneel is. Het is een uitstekende middenvelder. Oh. En het is iemand die, dat geeft hij vandaag ook maar, laat hij vandaag ook maar weer eens zien. Of gisteren. Het is een uitstekende spits. Kan daar voetballen. Maakt doelpunten. Je kan hem als breekijzer erin zetten. Je kunt hem ook rustig bij de selectie houden. En als hij niet speelt, zal hij ook een gouden kracht zijn. Dan kan hij in dat andere team, voor de vriendschappelijke duels die je tussen de wedstrijden in zo'n toernooi doorspeelt, ook een belangrijke rol spelen. Ik zou hem altijd meenemen. Oké, nou, we nemen het ook even mee. Leo, hartstikke bedankt. En als je het wil weten, ja, Simek is er. En ja, het gaat over Noijken. Echt waar? Ja, hij is er. Oh, dat kon dan weer wel. Dat kan dan weer wel, hè. Ja. Gek is dat. Je zou toch gekke dingen van gaan denken. Maar goed. Nou ja. Ook zieke mensen moeten Noijken, zeg ik altijd maar. Ja. En goedendag. Leo, slaap lekker. Die bacteriën eruit te wassen. Precies, gewoon die bacteriën eruit zweten. Hopsakee. Lekker bezig. Leo, mazzel. Hoi. Tot ziens. Hoi. 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 Echte Janne. Ja, Roos is weg, maar Martin niet. En in Tsjechië zeggen ze dan... Pozinjani ve pozinjani. Schitterend. Geluk bij een ongeluk. Zo is het. Martin werd vanmorgen wakker. Met een enorme odol. Dat is een ongelooflijke dikke ochtendlul. Een odol dus. Ik werd daarmee wakker. En ik dacht, wat moet ik hier nou mee? En toen ben ik gaan zitten nadenken. Waarom helpen we elkaar niet meer in dit land? Iedereen heeft zijn mond vol over solidariteit. Maar mijn buurvrouw neemt niet haar mond vol met wat lichamelijke solidariteit. Snapt u wel? Laten wij elkaar steunen. Laten de sterkste ballen die zwaarste lasten dragen. Op je zwakke knietjes en iets terugdoen, zou ik zeggen. Waarom bellen vrouwen niet aan en vragen... Martin, zou je mij kunnen helpen? Ik zou zonder problemen haar als medemens steunen. En haar een half uurtje laten steunen. Martin zat daar dus over na te denken vanmorgen met die grote odol. Dus ik trok die stoute schoenen aan. Ik liep door de tuin naar die boervrouw. Ik belde daar aan. Laat mijn ochtendjas openvallen. Die boervrouw doet open. Zeg dag Martin. En kijk dan naar mijn sneaker. Ik vraag haar buurvrouw. Kunt u mij misschien even helpen? Mijn seksuele drang te nivelleren. De rest is geschiedenis, lieve mensen. Ik werd 4 uur later... vrijgelaten door die politie. Ik heb een bekeuring van 250 euro moeten betalen... wegens seksuele intimidatie. En de hele buurt weet er nu alweer van. En ik wilde alleen maar hulp. Wat een klotenland is dit geworden. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Godverdomme, een beetje solidariteit zou fijn zijn, mensen. Gewoon elkaar een handje helpen. Of een mondje. Ben je woordvoerder voor de veiligheid en justitie? Dan kun je deze dagen je lol op. We verheugen ons dan ook op een geheimzinnig gesprek met de specialist ter zaken van de PvdA, Jeroen Rekhoer. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Jeroen Rekhoer van de PvdA. Goedendag. Goedendag, meneer Rekhoer. We zullen het maar even over het grote afluistergebeuren hebben weer. Hè. U wilt dat de Amerikanen alle illegaal verzamelde data gaan verwijderen. En
bevestigen. Denkt u dat ze dat gaan doen? Ja, en dat hoe... ik wel. Ja, en hoe gaan we dat controleren? Controleren, dat wordt natuurlijk ontzettend lastig. Precies. Maar het is een bondgenoot, die heeft iets van ons genomen wat hij niet moet nemen. Ja, dan moet je dat weer verwijderen. Dat lijkt me heel simpel. En gelukkig heeft de minister gezegd dat hij dat voorstel mee zou nemen. Oh. In gesprek met de Amerikanen. Dus ik ga er gewoon vanuit dat dat gebeurt, als het niet al gebeurt. Dat een kans bestaat natuurlijk ook. Ja, nou, ja, we nemen het ons niet kwalijk, maar wij twijfelen daar dan weer toch weer een heel klein beetje aan. Maar u heeft inderdaad gezegd, we moeten voorkomen dat data gericht en ongericht worden verzameld door datastofzuigers. En daarmee bedoelt u dan die akelige dingen die de Amerikanen en de Engelsen tegenwoordig loslaten op ongeveer alle verkeer wat zich over kabels of geen kabels de lucht beweegt. Maar nou, diezelfde minister is heel druk bezig met een plan om zelf ook van dat apparatuur en software aan te schaffen. Wat vindt u daar dan van? Nou ja, dat is dus niet zo'n heel erg goed idee. Nee, hè? Nee, dat mag duidelijk zijn. Hè? Mijn lijn is al heel lang van de Partij van de Arbeid. Dat voor veiligheid moet je natuurlijk af en toe niemands mail kunnen lezen. Maar dat kan alleen als je echt een aanwijzing hebt dat die persoon mogelijk iets verkeerd doet. En als je er ook nog eens toestemming voor krijgt. Ja. Dus met een klein fretboordje en een mooie gaatje in de privacy. Maar die Amerikanen rammen de hele muur weg. En dan moeten we als Nederland niet nee, maar nou zeg ik nogmaals. Het idee is toch een beetje, geloof ik, dat we zelf precies hetzelfde gaan doen met onze eigen inlichtingendiensten. Hè? Want het heet dan Argo 2, hè, waar Plasterk nu zo druk mee is. En ja, er wordt allemaal programmatuur en apparatuur aangeschaft. En inmiddels is het een beetje uitgezocht dat van de Israëlische firma Nice vandaan komt. En Nice. Dat kan allemaal dingen waarvan een aantal zelfs bij wet verboden zijn hier nog in Nederland. Ja. Dat kan al sowieso niet. Hè. Gelukkig is het ook nog niet bekend geworden dat de Nederlandse geheime diensten de wet overtreden hebben. Want dan hebben we echt lijden en last. Ik ga ervan uit dat ze dat ook niet doen. Nee, dat klopt. Binnenkort krijgen we een rapport over wat de inlichtingendiensten willen. Er mocht al van alles via niet-kabelgebonden communicatie, dus die grote satellieten. En dan zeggen ze, dat is een beetje achterhaald onderscheid. Ja. Dus laten we dan ook de kabel maar meepakken. Nou, volgens mij is dat de verkeerde kant op geredeneerd. Ja, dat lijkt ons nou ook, dat gaat ook wel een beetje makkelijk. En heeft u nou met ons de indruk, dat ook allemaal eigenlijk een beetje zo gaat? Van ja, maar dat is toch allemaal helemaal geen probleem. En dat is eigenlijk toch een beetje een detail. Want inderdaad, wat maakt het nou uit of het een kabel of door de lucht gaat? Het is toch een beetje hetzelfde. En ja, je moet toch een beetje technisch bijblijven. Dat zegt dan die meneer die de baas is van de toezichthouder op de AIVD en de MIVD. Ik ben zijn naam heel even kwijt om me schande. Maar... Ja, Van Delden. Ja, precies. Ja. Maar het is vooral het gemak en de vanzelfsprekendheid waarmee er een beetje van lijkt te worden uitgegaan dat het allemaal wel oké zal zijn? Ja. Of heeft u ook niet dat gevoel? Nou ja, als je zegt, we moeten bij de tijd blijven, ben ik dat helemaal met hem eens. Maar hoe kun je nou, je probeert iets te reguleren wat eigenlijk ook een beetje, wat het woord zegt het al, spionage, het is illegaal. Nou ja. Of tenminste, je kunt toch niet zeggen, hallo, hier spioneer ik. Nee, maar meneer Koer zegt net dat informatie verzamelen mag als er een goede reden voor lijkt te zijn en als je er toestemming voor hebt. Maar soms moet je toch, om daartoe te komen, moet je misschien wel eerst even kijken dat je denkt, hier klopt iets niet. Dat klopt. En daar hebben we dan weer toezicht op, hè, dus die commissie van toezicht. Maar Snowden heeft een aantal dingen, heeft eigenlijk twee dingen bekendgemaakt. Eén is dat geheime dienst Angela Merkel afluisteren, bedrijven en weet ik het wat. Nou, dat is allemaal heel erg, maar dat is niet de kern. Wat mij betreft is de kern wat hij bekend heeft gemaakt, is dat wij als burgers, zullen we maar zeggen, massaal onze gegevens weggesluit worden. We dachten onze wetgeving in Nederland op orde te hebben. Dan blijkt het via het buitenland zo lek als een mandje. En daar zit natuurlijk het grote probleem wat mij betreft. Onze internetvrijheid, onze privacy is... En sterker nog, onze minister die ziet er ook geen been in om dan nu die informatie toch beschikbaar is. Ja, het was wel eigenlijk, mocht het niet, maar ja, die informatie is er nu toch. Dus laten wij er dan ook maar over beschikken bij de AIVD. Dat is toch ook een beetje wonderlijk? Dat heb ik hem niet horen zeggen. Wat ik zo'n beetje hoor aankomen is, we moeten nog eens kritisch kijken of wij ook niet met die stofzuigers in de weer moeten. Dat lijkt me duidelijk dat ze dat willen. Ja, en nogmaals, ik vind Snowden eigenlijk, als dat één ding oplevert, dan moet dat zijn dat we onze privacy, onze internetvrijheid weer wat belangrijker gaan vinden dan geheime diensten die alles willen weten van ons. Berg een stukje terugduwen. Ja, u zegt heel specifiek, ik weet niet precies waarom, dat als het internetknooppunt AMSIX zou worden afgetapt, dan trekt u de grens. Zoiets. Waarom dat specifieke punt? Ja, dat geldt niet alleen voor AMSIX, maar voor eigenlijk alle vitale knooppunten in ons internet.
Omdat op het moment dat het internet weg is, of het internet valt in handen, die vitale knoop valt in handen van mensen die daar slechte bedoelingen mee hebben, ja. Dan is onze internetvrijheid weer weg. Ik mis je heel dom hoor, maar wat is dat AMSIX? Ja, dat precies? Is een internetknooppunt dus. Maar dat ligt ergens hier in... Ik denk dat AMS voor Amsterdam staat, gok ik. Ja. En daar zit een grote server en daar mag je niet aankomen. Dat is te gek. Een heleboel bedrijven hebben afgesproken dat ze daar een dataverkeer over laten gaan. Ja. En dat is gewoon een groot commercieel succes. Dat gaat hartstikke goed. Ik geloof dat 1/3 van alle datacommunicatie over dat knooppunt gaat. Hou het goed, ik weet het niet precies, maar in ieder geval heel veel. En dat is een commercieel bedrijf. En die wil bijvoorbeeld nu een vestiging in de Verenigde Staten openen. Ja. Allemaal mooi en wel, maar als dat betekent dat dan al die data onder de Patriot Act gaan vallen, en de Patriot Act wil zeggen, alles precies. Wat in Amerika de grond raakt, kan de Amerikaanse overheid in kijken, dan zeg ik, daar zijn we niet goed wijs. Dan zijn we dus gaten aan het creëren in onze eigen internetvrijheid. Maar ja, maar precies, maar wat u zegt is heel helder. Eigenlijk moeten we een paar stappen terug en zeggen, volgens mij zijn we hier, en dat hebben we dan van Snowden geleerd, gierend uit de bocht gevlogen van wat eigenlijk kan en nooit had gemogen. Maar hoe gaan we dat in godsnaam doen? Hoe krijg je die geest terug in de fles? Ik heb daar een heel hard hoofd in. Nou, helemaal terug in de fles krijgen we hem niet. Want wij zijn zelf natuurlijk zo laks als de pest met onze privacygegevens. We doen alles op Facebook en Google en dat gaat allemaal rechtstreeks naar de Amerikanen. Dus dat is stap 1. Als je niet wil dat dat gebeurt, dan moet je zorgen dat je gegevens gehost worden ergens hier met een server in Nederland. Voor het Nederlandse recht. En ik vind dat de overheid samen met het bedrijfsleven dat ook gewoon moet aangeven. Ook vitale informatie van de overheid, dat gaat nu ergens in de cloud. We weten niet waar dat landt en dus onder welk wettelijk regime. Regel maar dat het gewoon hier in Nederland... Maar dan gaat u er alsnog weer vanuit dat het daadwerkelijk lukt, dat het onze minister daadwerkelijk lukt om zijn Amerikaanse ambtgenoot zo gek te krijgen om met zijn elektronische tengels uit onze servers te blijven. Maar, en meneer Recour, als u hebt dan straks een heel veilig jeroenrecour@pvandaa.nl, bijvoorbeeld. Ja. En dan mailt u naar merkel@gmail.com en dan is alles alweer bekend. Ik bedoel, dat is het mooie van internet toch? Het ligt allemaal aan elkaar gekoppeld, daardoor werkt internet ook zo. Dus uiteindelijk komt het altijd weer ergens terecht waar je het kan aftappen. Je kan dat toch niet, dan moet je een heel nieuw internet gaan verzinnen. Je kan dit toch niet veilig maken, ook niet voor mensen die iets kwaads in hun zin hebben. Nee, want we hebben nu over Amerika, maar dat Rusland en China ook. Doen dat ook, en wij dus ook. Wij zullen het op zekere zin ook doen, iets beperkter, alleen nog weer de capaciteit. Maar dat klopt, ik bel nu met mijn mobiel. Nou, ja, dit wordt afgeluisterd door een heleboel mensen nu. Maar als het dat belangrijk genoeg zou zijn, dan zou dat het geval zijn. Dus je moet heel goed denken, wat vind je nou belangrijk dat dat bij ons blijft? Zullen we zeggen, wat zijn nou essentiële data? En wij zeggen, nou ja, dat is gebabbel, toe maar. Maar alles wat je belangrijk vindt, daarvan moet je op zijn minst zorgen dat je de Nederlandse wetgeving van toepassing laat. Dat is nog geen garantie, maar het is al veel beter dan dat het nu is, want we weten nu werkelijk niet waar het landt. Oké, nou, dat lijkt me... We zouden nog heel even willen verder praten over die strafrechtstaking van morgen. Want u bent natuurlijk rechter geweest. En uiteindelijk is justitie ook het vakgebied, nu nog steeds. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is een verstrekkend middel. Hè. Ik kan me niet herinneren dat advocaten gestaakt hebben. Dus ze maken zich erg zorgen. Dat is de conclusie die je daar kan trekken. Nou, wij spraken net mevrouw Fiek, die daar ook aan meedoet. En een van de gezichten van de staking is, zullen we maar zeggen. En die kwam met een aantal andere suggesties. Bijvoorbeeld dat er te veel aandacht was voor de slachtofferkant van de zaak. En dan zegt ze, daar ben ik het ook wel mee eens. Maar dat voorschieten van allerlei schadevergoedingen, dat kost miljoenen. En lijkt het jullie nou niet als politiek dan, nou niet belangrijker dat we aan de... onderzoekende kant, dus aan het proces van verdachte tot veroordeelde, dat we daar onze energie primair in steken en niet in dat soort dingen. Nou ja, vond u lief dat ze meedacht? Ja, dat is aardig. Ik ben het alleen niet met haar eens. Nee, als je kijkt naar de kosten die gemaakt worden om slachtoffer te helpen, dat staat in die verhouding tot de kosten die we gewoon aan rechtsbijstand door de overheid financieren. Geeft niet, moet, hè. Dat is terecht, want we vinden dat een verdachte is niet een dader en die moet gewoon voorbijgestaan worden. Maar mevrouw Fiek zegt dat het onder de kostprijs gaat zo. Op dit moment. Nee, als Tevens de plannen doorgaat. Dus de plannen van het kabinet waar u ook steun aan geeft, neem ik aan. Ja. Nou, kijk, het is natuurlijk een probleem op het moment dat een advocaat zegt, dit doe ik, hè, ze stoppen er allemaal mee. Dan hebben we een probleem. Dat moet ook niet.
de discussie is natuurlijk, waar zit de grens? Het is overheidsgeld, dan moet je zuinig mee zijn. Ja, mevrouw Fiek zegt dat er zijn 95% van de mensen die aan de misdaadkant hebben, niet of witteboorden criminaliteit, maar de gebruikelijke moord, afpersing en zo, mm-hmm. dat allemaal prodeo is. Dus daar doe je weinig aan, denk ik dan. Een groot deel is zo. Nee, dat ontken ik ook zeker niet. Waar het om gaat is, wat is een redelijk bedrag als overheid om daarvoor te betalen? Ja, oké. Okay. Zij stelt voor om het te financieren vanuit verzekeringsgeld? Ja, dat je een rechtsbijstandsverzekering zou kunnen nemen die ook strafrechtelijke procedures dekt. Ja, dat is een beetje een probleem. Dan moet het systeem wel goed veranderen. Want tot nu toe zeggen verzekeraars, het kan 100 euro kosten, maar dat is wel heel weinig. Een 1000 euro kosten, of een ton. Ja, als meneer Holleder een verzekering wil, dan denk ik dat die... Dat valt niet te verzekeren. Dus je zou dan met zo'n fixed fees, hè, met vaste bedragen moeten werken. Ja. Maar om verzekeraars te betrekken, dat vind ik prima. Ook overigens om advocaten te zeggen van, nou weet je... Als die zaak veel weinig uren doet, als je er gewoon 100 doet voor gemiddeld dat bedrag, doe maar. Dat is ook een mogelijkheid. Ja, maar Fiek denkt ook dat als je het is haar woord niet, dat ben ik even kwijt, maar dat als het zo doorgaat, dat er dan koekenbakkers op zaken komen die er niks van begrijpen en dat dus mensen die niet schuldig zijn wel naar de bak gaan. Advocaten van Tempo Team. Ja. Weet je, het is een beschermd beroep, advocaat. Dus ik ga ervan uit als je advocaat bent dat je daar geen koeken maakt. Ieder beroep zijn goede en minder goede. Maar gemiddeld genomen is een advocaat dus dat een soort kwaliteit. Ja. Dus daar ben ik niet zo heel bang voor. Okay. Ik ben wel bang voor heel gespecialiseerde kantoren, overigens. Ja. Die echt in een niche-markt zitten. Die gaat het moeilijk krijgen. En daar moeten we misschien nog wel wat voor bedenken. Oh, ik dacht dat u ging zeggen, maar dat zijn toch vervelende mensen. Ja, dat zegt het is allemaal zwart geld. Ja, het is een werk om vervelend te zijn. Het is maar goed dat ze dat doen. Goed. Okay. Nou, u bent dus als voorheen rechter niet bang dat dit allemaal vreselijk misloopt. Nou ja, kijk, dat als zij, en ze zitten echt direct in het werk, zeggen, jongens, let op, misschien moeten we dit iets anders organiseren. Ben ik de laatste om te zeggen, nou, wat een flauwekul, dus ik ga zeker goed luisteren en donderdag gewoon met de staatssecretaris hierover debatteren. Maar hoe gaat u dat doen? Gaat u dat debat in? Want u bent natuurlijk van een regeringspartij, maar toch ook wel een die het recht, zeg maar, een warm hart toedraagt. Ja. Wordt dat nog een beetje pittig? Of zegt u eigenlijk, nou ja, god, die man moet toch een keer ergens die bezuinigingen vandaan halen? We kunnen toch niet bezig blijven met hem elke keer, hè? Want hij zal het zelf ook niet leuk vinden, denk ik. Nee, nou, dat laatste natuurlijk. Kijk, we hebben de gevangenis, justitie moet er ook aan geloven, net zoals alle andere ministeries. We hebben de gevangenis al gehad, nu hebben we de rechtsbijstand. Gouden tijden voor criminelen. Dat is niet zo. We hebben een relatief duur systeem in Nederland. Daar kan best wat vanaf. Maar we moeten het wel op zo slim mogelijke manier doen. En daar gaat het debat donderdag over, wat mij betreft. Ja, we gaan het met grote huiver en aandacht volgen. Goed, ontzettend bedankt. Nou, was hartstikke inhoudelijk eigenlijk, hè? Eigenlijk wel. Mij ook. Ja, ik complimenten voor jullie, voor de echte Janne. Ja, dankjewel. Ik schrik er zelf ook een beetje van. We gaan de volgende keer wel heel anders doen. Ja. Slaap lekker en bedankt voor je tijd. Slaap lekker. Goeienacht. Dag. Het Haags Geluid. De panter zit in kamp Lustpil. Dagboek van de liefdespanter. Van de week groot nieuws in de talkshows en de tetterforums. De Lustpil, een project van de Nederlandse wetenschapper Adriaan Tuiten dat nu voor de Amerikaanse gezondheidsinspectie de laatste testfase ingaat. De lustpil is primair bedoeld voor vrouwen die geen lustbeleving hebben en die misschien wel zouden willen hebben. En vrouwen die vanwege eerdere onaangename ervaringen op slot gaan als de seks aan de orde komt. Nou, op een enkele uitzondering na was men, en dat zijn natuurlijk vooral vrouwen, ronduit negatief. Als vrouwen niet wilden vrijen, zouden ze daar wel een goede reden voor hebben, zoals een eikel van een kerel. En zo'n pil zou er alleen maar voor zorgen dat nog meer vrouwen seks tegen hun wil moesten hebben. Met een geile bui uit een potje. En dat de vrouwelijke seksualiteit gemedicaliseerd zou worden. Wat dat ook mogen betekenen. Nou, ik weet het niet. Niemand hoeft natuurlijk seks te hebben als zij of hij er geen zin in heeft. Maar de mogelijkheid hebben, de keus hebben om je zin een zetje te geven en je lust- en liefdesleven op te krikken tot een wederzijds prettig niveau. Wah, lijkt me alleszins aangenaam. Net zoals je als man een onwillige erectie een zetje kunt geven door een pilletje Viagra, zeg maar. Kun je ook zeggen dat het een nep-erectie is, maar je kunt er als meid wel lekker op jodelen en die man voelt zich ook weer een keertje een echte bikkel. Kijk, natuurlijk moet je die lustpil niet in een meisje de cola droppen. Natuurlijk moet je haar niet dwingen zin te maken als ze je eigenlijk een lompe en vervelende onaantrekkelijke boerenlul vindt. Alsof dat zou werken. Maar om nou meteen erin de huil- en boosmodus te schieten als iemand je van een probleem helpt afhelpen, dat is nou weer typisch vrouwen. Laat die lustpil. En als je liever thuis zit te kniezen en een lekker potje te neuken met de lustmeter op 10, dan neem je maar een volkoren cracker.
Wat trouwens wel erg is, dat er 5 maal zoveel geld wordt uitgegeven aan onderzoek ten bate van de lustmedicijnenindustrie dan voor een ziekte als Alzheimer. Daar zou je nou eens boos over moeten worden. Dagboek van mijn liefdespanter. Heel zachtjes moord en brand schreeuwen over die gemene NSE, maar intussen wel de illegaal verkregen gegevens voor de AIVD beschikbaar willen krijgen. Minister Plasterk is een floepert en een groep met bezorgde burgers daagt hem voor de rechter om deze handelingen onmogelijk of in elk geval inzichtelijk te maken. Onder hen niemand minder dan internetonderzoeksjournalist Brenno de Winter. Een hele goede nacht, Brenno. Goeienacht. Benno, gaan jullie als groep de minister te lijf of werken alle bezorgde betrokkenen apart van elkaar? Nee, we gaan als groep de minister te lijf en we willen eigenlijk een garantie dat gegevens die op onjuiste manier zijn verkregen niet opeens via de achterdeur toch weer naar Nederland terugvloeien. Nee, want dan zou de AIVD heel makkelijk dingen kunnen laten stelen door de NSE om ze vervolgens zelf weer te krijgen. En... Ja, en hoe zie je dat voor je? Een mooi papiertje met erop. Hierbij beloof ik een IOU dat we dat niet meer zullen doen. Ja, dat klinkt heel flauw, maar dat is eigenlijk wel ongeveer wat het zou moeten zijn. Oké. Okay. Want veel meer kun je ook niet, hè? Want het lastige natuurlijk van de inlichtingendienst is dat alles in het geniep gebeurt. Precies, ja. Brenno. Dat is toch het probleem? Ja, maar daar zijn ze voor. Ja, maar daarvoor hebben we gelukkig een commissie van toezicht op de inlichting- en veiligheidsdienst. En die kun je aan het werk schoppen dat ze daar dan ook echt naar gaan kijken ja, wat er daadwerkelijk gebeurt. Dat zijn van die leuke jongens, die zijn onder andere ook hartstikke enthousiast over onze eigen datastofzuiger die we momenteel aan het aanschaffen zijn. Hè, van het Israëlische bedrijf Nice. Nice. Ja. Dus ik heb niet het idee dat we van hen nou echt veel te verwachten hebben. Ik denk dat lijken me eigenlijk mensen die enthousiast meedansen in het nieuwe afluisteren. Of zie ik het nou weer helemaal verkeerd? Nou ja, dat is wel een beetje raar aan die commissie natuurlijk. Hè? Want aan de ene kant zijn ze een toezichthouder en aan de andere kant gaan ze advies geven. En dan is het advies eigenlijk, ja, start je eigen prison maar in Nederland. Ja, dat is natuurlijk bizar en dat is ook heel erg onwenselijk. Het is ook een verandering. Hè. Vroeger hadden we een geheime dienst die bezig was met een bedreiging op te sporen. En dan ging het gericht op die bedreiging. Ja. En nu is iedereen verdacht tot het tegendeel bewezen is. Ja, we spraken net Jeroen Recour van de PvdA. En die zegt eigenlijk, nou, ik wil eigenlijk wel weer terug naar die tijd waarin dat was wat we deden. Je verdacht iemand ergens van, dan moest je achter die persoon specifiek aan. En daar moest je ook nog eens een keer toestemming voor hebben. En eigenlijk is dat dan toestemming betekent dan dat ook iemand anders het aannemelijk vindt. Iemand in een positie dat je erachteraan gaat. Nou, daar zijn we langzamerhand wel heel ver vanaf, hè? Ja, dat is dus langzamerhand niet meer zo. Nee, het lijkt erop dat Plasterk een beetje lui begint te worden, hè? Want die moet dan elke keer die toestemming geven. Die heeft er geen zin meer in. Nee, dat hij daar gewoon geen zin meer in heeft. Mag ik jou nou eens een gewetensvraag stellen? Ik weet misschien weet het wel helemaal niet hoor. Maar ik zit met die Plasterk toch altijd een beetje. Is hij nou heel naïef of heel slecht? Of heel slim misschien wel. Of heel, nou ja, of allebei. Ja. Ik vind hem een beetje naïef overkomen, eerlijk gezegd. Hij gelooft nog steeds dat het alleen maar om terreurbestrijding gaat. Maar ja, dan moet je toch gaan uitleggen waarom Angela Merkel dan wordt afgeluisterd. Ja. En zelfs oud-medewerkers van de CIA, ik had er pas een geïnterviewd, die zegt, ja, deze minister is gewoon naïef. Nou, maar Plasterk is ook wel volgens mij iemand die nog op MS-DOS werkt. Denk ik. Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat Plasterk vooral iemand is die heel erg eigenwijs is. Want hij is dan toch, de afgelopen maanden moet hij dan toch wel duchtig zijn bijgepraat. Denk je niet? Dus dat toch wel iemand zijn daar bij dat ministerie die zegt, Ronald, minister, luister eens even. Misschien moet ik je even op de hoogte brengen van hoe het er in 2013 aan toe gaat. En misschien moet je daar dan je voordeel eens mee doen. Of denk je dat nooit gebeurt? Ja, maar ik hoop dan ook dat zo iemand dan tegen me uitlegt van, ja, u leeft in een rechtsstaat. En in een rechtsstaat doe je bepaalde dingen gewoon niet met je burgers. Nee, maar hij denkt dus kennelijk dat dit soort dingen. Ik denk dat hij dus denkt, als jij hem naïef noemt, dan denk ik dat jij denkt dat hij gebeurt. Oh, ja, sorry. Maar je snapt beter nog. Het alternatief zou heel erg zijn, want dan zou het zou betekenen dat hij met opzet dus zeg maar economische spionage in Nederland toelaat. En dat wilde bij mij niet heel erg in. Nou ja, maar misschien laat hij wel van alles. Misschien laat hij wel van alles toe onder het motto van ach, het zijn bondgenoten, dus ze zullen ons toch geen kwaad doen. Ja, maar goed, ik denk dat we de laatste maanden wel hebben gezien dat het tegendeel dus waar is en dat het vooral om economie gaat. Dat is eigenlijk al jaren bekend, maar het is nu wel heel duidelijk dat men daar ook niks voor schroomt. Maar Recour, die gaat... Ik zeggen dat Paus aan het hoofd van een terroristische organisatie staat en dat je hem daarom afluistert.
Nee, nee, dat lijkt me ook niet. Nee, nee, daar gaan we niet vanuit. Maar Plasterk gaat erover praten met zijn Amerikaanse ambtgenoot. Denk je dat hij met de vuist op tafel gaat slaan en dat het nu verdomme is afgelopen moet zijn, Brenno? Nou ja, dan is het hoogstens, hè, omdat ze dus ook dit soort apparaten gaan aanschaffen, hè, die alle data opzuigen. Wordt het verdomme, het is afgelopen en nu gaan we zelf wel spioneren op onze burgers en alles in de gaten houden. Dan, daar lijkt het dan een beetje meer op. Het lijkt er niet op dat hij zegt van, verdomme, we zijn gewoon een democratische rechtsstaat en... Ja, daar lijkt het in ieder geval niet op bij hem. Maar Brenno, even wat totaal anders. Ja, of nou, eigenlijk niet, maar jij hebt er verstand van. Er komt zo'n bak met data binnen bij de NSA. Of bij onze eigen AIVD. Ik bedoel, hoe kunnen ze dat in vredesnaam allemaal verwerken? Want ja, je kan niet. Ik bedoel, je kan wel alles gaan afluisteren. Maar ja, wat ik vanavond ga eten en dat bespreek met mijn vriendin, daar heeft niemand wat aan. Ik bedoel, ze gaan toch ook pas iets afluisteren als het wellicht belangrijk ergens voor is? Ja, nou ja, wat je dus ziet is twee dingen. Hè? Dat het dus heel gericht is op bijvoorbeeld economische spionage. Dus hè, van bedrijven informatie stelen. Dat doen we dan wel slecht, want we gaan economisch niet echt... Ja, ze wordt van ons gestolen. Niet? Oh ja, maar, ja, dat is waar. Het wordt van ons gestolen, inderdaad. En tweede is, bijvoorbeeld bij de terreurbestrijding gaat het ook mis. Hè? Je ziet heel veel voorbeelden van aanslagen die prima te voorkomen waren geweest als ze wel op de juiste manier hadden gezocht. Dus het is nog een keer ook gevaarlijk ook. Maar het is meer van, we verzamelen de data gewoon omdat het kan. We doen er voldoende over na. Maar we doen er dus niks mee, dus dat maakt het niet uit. Daar draaien ze toch een bepaald soort software op die verbanden legt, algoritme heet het, geloof ik. En dat is een soort waarschijnlijkheidsfactor. Dat is in Boston, in Mumbai, in Londen, Madrid enzovoort allemaal niet zo heel erg succesvol geweest. Nee. Er is een groeiend aantal aanslagen in Pakistan. Hè, als je vanaf 2004 kijkt naar bijvoorbeeld 2009, dan vervijfvoudigt het aantal aanslagen. Dus je kunt nu niet zeggen dat de NSA zo heel erg... Als ik de directeur van de NSA ben, zeg ik... Ja, maar lieve Brenno, heb je enig idee hoeveel aanslagen ik wil hier voorkomen, jongen? Nee, maar dan kom ik natuurlijk met de vraag... En waar zijn dan de rechtszaken waar die verdachten dan voor de rechter zijn gedaagd? Ja, die hebben we allemaal neergeknald of in Guantanamo Bay neergeflikkerd. Maar waar blijkt dat dan weer aan? Ja, je hebt gelijk. Nee, dat blijkt er allemaal nergens uit. Kijk, en de bewijslast ligt natuurlijk dan ook aan hun kant. Dan moeten zij het op zijn minst aannemelijk maken dat met een groeiend aantal aanslagen we toch beter af zijn. Oké, maar Brenno, jij hebt er ook, wat ik al zei, je hebt er verstand van. Hoe kan ik dan voorkomen dat ik niet afgeluisterd word? Noem eens een tip. Voorkomen dat je wel afgeluisterd wordt. Voor de rechtszaak, je kunt het maar heel beperkt voorkomen. Want het gaat niet alleen om afluisteren, het gaat ook met wie je in verbinding staat. Ja. En een van de redenen waarom ik heb meegedaan, eigenlijk wel de belangrijkste reden, is hoe kan een bron nog veilig bij mij informatie afleveren als elke beweging die hij maakt met de auto, met het openbaar vervoer, met bellen, met internetgedrag, volledig in de gaten wordt gehouden. Ja, heb je er echt last van? Nou, dat zal toch wel. Nou ja, dat is dus het lastige. Dat kan ik niet aantonen. Nee, maar het gaat dus, jij zegt terecht, het gaat om verbindingen. Hè? Dus als Ben weet dat jij, hè, men houdt jou in de gaten en dus ook degene met wie jij contact hebt, stellen zij elektronisch dan, of telefonisch, op de een of andere manier, dan wordt er een soort netwerkachtig ding en eigenlijk blijft zo niemand verborgen voor de ogen van de overheid. Dat zeg je. Ja, nou dat is een probleem. En daar wil je dus een gerechtelijke uitspraak waarvan de rechter zegt, en dat gaan we dus eventjes niet doen. De minister heeft ook al gereageerd, toch? Plasterk belooft dat ook niet, hè? Die zegt alleen maar, ik zie de rechtszaak met vertrouwen tegemoet. Dus, en dat, daar baal ik ook wel heel erg van. Als hij nou een fatsoenlijke minister was geweest, dan had hij gezegd van, ik hoor de klachten en daar gaan we wat aan doen. Het enige wat hij gaat doen is of hij de wedstrijd verplassen kan winnen. Ja, daar word ik niet gelukkig van. Ja, nou, dat klinkt toch niet als puur naïef. Of niet, klinkt toch in elk geval als eigenwijs. Ja, daar kunnen we het dan over eens zijn, of niet? Ik denk dat we daar in ieder geval over eens zijn. Ja. Ik denk in ieder geval dat hij niet de rechtsstaat voorop heeft staan. Wat denk jij? Wat denk jij dat de uitslag wordt? Ik weet het niet. Ik weet het niet omdat het gewoon een hele ingewikkelde zaak is. Er spelen een heleboel dingen mee. Daar moet de advocaat ook enorm hard aan het werken om die zaak goed te gaan voeren. Ik hoop natuurlijk gewoon dat het verboden wordt en dat je gewoon als journalist met je bronnen je werk kunt blijven doen. En dat wij gewoon rustig 0900 lijnen kunnen bellen zonder dat iemand dat weet. Exact. Goed. Brenno de Winter, ontzettend bedankt. Wanneer speelt het ook weer, precies? Op 27 november moet de overheid hebben gereageerd. Maar ja, die kan nog wel een jaartje duren, hoor. Oké. Okay. Nou ja, de realiteit hopen we dat wij in ieder geval nog gewoon hier zijn en niet afgevoerd naar een detentiecentrum. En dan bellen we weer op. Ja, inderdaad. Helemaal leuk en gezellig. Dankjewel, Brenno. Mister Aartje. Slaap lekker. Hoi. Echte Janneke.
pitch. Ja. Elke week bij de Echte Janne de pitch. Een stukje zendtijd voor een luisteraar die iets aan de man wil brengen. Deze week de Nationale Trapweek. Goeienacht, Barry Asma. Goeienacht, jongens. Goeienacht. Moet je luisteren. Jij kreeg zo van ons het woord en de tijd om aan te kondigen wat er de Nationale Trapweek is en wat jij ermee te maken hebt. Ja, ben je er klaar voor? Komt-ie, hè? Ik start de klok. En ja. Go. Go. Ja, ik ben ambassadeur van het Diabetesfonds en morgen wordt de Nationale Traploopweek geopend en afgekikt. En ik ga dan afzeilen van het kantoorgebouw in Amersfoort van het Diabetesfonds. En dat is allemaal om aandacht te genereren. Oh, voor... wacht even. A, 1, jij hebt hoogtevrees. Ja, heel erg. Ja, maar B, en het twee, is traplopen en je gaat afzeilen naar beneden. Ja, dat is iets ja, anders. Ja, dat klopt. Ja, dat is om mensen. Ja, ik moet een beetje over mijn eigen grens heen gaan om mensen te zorgen dat ze dat. Maar dat ga je dan, eerst met de trap erboven en dan afzeilen van het gebouw af? Dat weet ik niet. Misschien wil ik eerst wel aan de buitenkant naar boven klimmen als een soort Spiderman om dan weer vervolgens gaan afzeilen. Nee, oké. Dus ik vermoed dat het een liftje wordt. Het heeft in principe geen moer te maken met traplopen, maar jij gaat afzeilen. Ik ga in ieder geval afzeilen om een beetje aandacht te genereren. Oké, de klok loopt weer. Ga verder. Nou ja, in ieder geval hoop dat zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk gaan traplopen. Omdat het de meeste, ja, het is gewoon een hele simpele manier om een beetje fit te blijven. En als je maar Waarom wil je dat mensen fit blijven? Ik denk dat omdat is omdat tegenwoordig, dan... er zijn bijna 1 miljoen diabetes in Nederland. Kijk, dat is de volksziekte nummer 1 aan het worden. En ja. Als mensen een beetje gaan bewegen, kunnen ze voorkomen dat ze diabetes krijgen. Hé, Barry, maar dat is toch gewoon van het zuipen is het toch eigenlijk? Wat zeg je? Dat is toch gewoon van het zuipen dat al die lui diabetes krijgen? Nou ja, het zou mooi zijn als het zo simpel was, nee. Maar dat is het helaas niet. Helaas krijgen toch heel veel mensen, ik weet niet hoe die kleine kutkabouter die daar zit, hoeveel weegt die? Nou, ik nou, 12 dat kilo is, nee, nee, oh nee, maar Barry, ik zou van dat ding moeten afzeilen. En ik ben dus pas 20 kilo afgevallen. Ja, en niet geloven, hij is 1,40 meter, hè? Ja, dus dat is nogal wat. Nou, daar heb je het heel goed gedaan. En dat kwam omdat ik, en dat is echt waar, dat ik ging traplopen. En, ja. En Heems, met alle respect, leuke man, lieve man, even een klein buikje. Ja, maar ik ben ook al zo oud, het maakt niet meer uit. Nee, nou, dat is onzin. Maar jij gaat... Nee, je kan er nog wat aan doen, hoor. Precies. Er is nog wel gaat... hoop voor je, hoor. Je moet er nog wel een beetje hoop houden. Jij gaat altijd met de lift. En wij zeggen ook altijd, neem nou even die trap, Jan. Nee, doe die dan. Ja, jongen, ik... Kijk, ja. Het probleem van diabetes is, want daarom doe ik het ook. Ja. Je wordt er ook nog blind van. Je kunt hartaandoeningen krijgen. Nee, je hebt wel een bril. Je zenuwen stellen, je nieren vallen uit. En hoe zit het met je potentie? Maar het komt alleen maar... Met potentie is alles goed. Maar het is alleen maar omdat ik geen trappen loop, dan... Nou ja, trappenlopen is de meest simpele manier. Je hoeft niet naar een dure sportschool, want jij bent natuurlijk zo lui als wat. Ja, sowieso. Je hebt geen zin om te gaan sporten. Nee. Je wil niet in die fitnessschool, dan sta je voor met je dikke pens. Ja. Dus je kunt heel makkelijk de trap op gaan lopen. Dan ben je heel makkelijk 10 minuten per dag een beetje intensiever aan bewegen. Dus, oké, Barry, ho, 10 minuten per dag intensief bewegen, dat, zoiets als traplopen of een stevige wandeling, dat is al genoeg om met tijd te keren. Even een paar halters eerder uit de bus. Dat is makkelijk. Wat verder parkeren. Ja, ik ga dus niet in de bus, hè. Ik ben een ster, hè. Niet in de bus, dat kan niet. Nou ja, wees een grote ster, joh. Nou, niet zo hele grote, maar het is vaak iets van die kleine sterretjes die het meeste capsones hebben. Ja. En gasten zoals jij, die gaan rustig in de bus, maar ik zeker niet. Echt een grote ster. Ik ga zeker wel in de bus. Echt waar? Nee. Gewoon gebleven. Ik zit gewoon in de trein in de bus, hoor. Ja. Nee, duidelijk. En wanneer, dit is dus morgen ga je abzeilen. Waar gaan we dat schitterende gebeuren meemaken? Nou, het Marie? Diabetesfonds, het instituut is in Nederland wat diabetes bestrijdt en alles doet voor onderzoek en zorgt dat de behandelingen komen die zelfs bijvoorbeeld een kunst alvleesklier heeft ontwikkeld, wat ervoor zorgt dat mensen weer normaal kunnen leven. Ja. Die organiseert dat en dat is bij hun kantoor in Amersfoort en daar vandaan ga ik naar beneden vliegen. Ik hoop niet vliegen, maar rustig aan naar beneden. En dat is dus de aftrap en wat is er nog meer te beleven rondom Nationale Traploopweek? Nou, de hele week lang zijn er allerlei bedrijven zoals de Rabobank, de ABN AMRO, de Achmea, provincie Drenthe, die doen allemaal mee, die participeren, die zorgen allemaal dat hun werknemers gestimuleerd worden om die trappen te gebruiken in plaats van de lift. En dan komen mensen er heel snel achter dat het heel... Dat is wel grappig, hier bij de NOS, hè, waar wij hier dus dit opnemen, daar hebben ze het heel sneaky gedaan. Daar hebben ze gezegd dat de lift kapot is. Ja, de lift kapot is van 11 november tot 13 november, ik zweer het je. En we hadden eigenlijk Koos Albers als hoofdgast willen hebben vandaag, maar dat is niet doorgegaan. Oh, dit is een hele zwakke poging, dat humor. Dit is een hele... Bewegen. En maar nog één vraag, dan ben ik wel benieuwd naar Barry. Hoe kies jij je goede doelen? Want
Je hebt ooit al eens een kalender gemaakt, hè, met jouw geestelijke of verstandelijk gehandicapte, sorry, verstandelijk gehandicapte broer. Het is gewoon een Mongool. Ja, een Mongool, ja. Ja, maar dat is, de kutkabouter ook. Dus ja, daarom, ik ben ook gehandicapt. Maar, daar heb je dus duidelijk een band mee met die stichting. Wat is dus je band met het Diabetesfonds? Heb je familie? Ja, iedereen kent diabetes. Dat is een heel belangrijk iemand in mijn leven. Dat is de moeder van mijn kinderen, de ex waar ik 18 jaar mee ben samen geweest, Isaira. Die heeft diabetes en daardoor heb ik al heel veel jaren daarmee te maken gehad. En nog steeds. Het is iemand die heel belangrijk is in mijn leven. En ik ben daardoor al sinds een jaartje of 6, 7 ben ik ambassadeur. En dat doe ik met heel veel plezier. Want het is een heel belangrijk iets. Nou, dat zeker vind ik duidelijk. Omdat er zoveel diabetes binnenkort. Ik bedoel, 1 miljoen diabetes, dat is gewoon... Maar dat is echt bizar, hè? Wat daar gebeuren, ja. Dat is echt bizar, hè? Dat los je toch niet op met een paar van die programma's met van die dikke en die obese mensen die dan 270 kilo wegen. Nee, dat is zo'n ziekte waarvan iedereen denkt, ah, dan kom je met een beetje spuiten en een beetje dit, daar kom je toch wel mee weg. Ja. Diabetes, dat is wat je oma vroeger had en dan mag je geen chocola. Maar het is echt heftig gedaan. Je moet de hele dag spuiten, je moet 5 keer de dag meten. Je kunt er blind bij worden, je krijgt allerlei problemen bij. En dan komen er 70.000 per jaar extra patiënten bij. Dus echt niet geloven. Dat is gewoon een hele stad. Nou, dat goed. Goede zaak dat jij dan morgen het afzeilen. Barry, is er nog verder iets te melden, zeg maar, in het leven van Barry Atsma, waar we kennis van moeten nemen? Gewoon in de gezellige sfeer. Interessant. Ik kom nou even. Oh, jij zit allemaal films op te nemen. Ja, de Kenau. Ja, ik ben Kenau aan het opnemen. Zürich. Ik heb een Duitse film Göttliche Funken opgenomen in Duitsland. Klinkt als een pornofilm. Göttliche Funken. Ik moest er dus zeggen. We hadden net afgesproken dat je geen humor zou hebben. Sorry, we gaan sinds Jan Roos weg is. Ja, dat is heel droevig. Ja, sorry hoor. Ja, maar dat is echt, dat was niet zo bedoeld. Maar laten we afspreken dan. Als die film dan in première is, dan mag je die ook komen pitchen. Ja, dat is goed. Ja, leuk. Toch? Kenau of Lucia de Beek. Ik heb een heel leuk mooie film gemaakt over Lucia de Beek. Is die al af? Die is af en die komt ergens in maart of zo komt die uiteindelijk in de bioscoop. Nou, hier zo. Het zwerft van het Barry Atsma nieuws. En hartstikke fijn dat we het toch allemaal al weten. Jullie doen er ook weer mee, jongens. Oh, jullie worden ook weer voor het karretje gespannen. Het is één grote publiciteitsmachine. Maar de diabetes profiteren mee. En daar was het allemaal om begonnen. Barry, hartstikke bedankt voor je pitch. Ja, jullie bedankt. En succes met alles, hè. Dag. Dag. Doeg.